Goedemorgen. Welkom bij Politiek Jongerendag. Mag ik meneer Huizing naar voren roepen voor een speech? Ja, heel graag, voorzitter. En in tegenstelling tot wat jullie zo meteen gaan doen, vraag ik toch wel toestemming om ook eventjes iedereen rechtstreeks te gaan aanspreken. Dat vindt u vast goed. Vandaag gaan jullie hier met z'n allen debatteren. En eigenlijk gaan jullie nog veel meer doen dan dat. Wat je gaat doen is namelijk je stem laten horen. Je gaat aan politiek doen. En wat jullie ook gaan doen is aan meningsbeïnvloeding doen. En als we kijken hoe het in Nederland gaat de laatste tijd, en overigens niet alleen Nederland, maar eigenlijk de hele wereld, dan merk je dat het debat gaat steeds meer over extremen. Eigenlijk nuances, daar is steeds minder plaats voor. Als je een hardschreeuwer bent, dan word je gehoord. Zeker als je er ook nog een hele mooie one-liner aan koppelt. Maar als je een hele mooie, genuanceerde mening neerlegt, nou, dan ook in de Tweede Kamer bijvoorbeeld, wordt het heel vaak gewoon niet opgepikt. En dat is erg jammer. En wat is het gevolg? Dat je ziet dat mensen met genuanceerde meningen, zeker als dat gaat om gewone mensen, die houden zich steeds meer stil in het debat. Dan zou je zeggen, is dat heel erg? Ja, dat kan heel erg zijn, want als dat extremer wordt, bijvoorbeeld Groot-Brittannië, en je moet stemmen over een referendum over de Brexit, en een heel groot deel van de jongere mensen denkt, het zal allemaal wel. Wij zijn er heel erg voor dat we binnen de EU blijven, maar zo'n vaart gaat dat niet lopen. We zien nu het resultaat. Groot-Brittannië heeft nee gezegd, of ja tegen een Brexit, nee tegen Europa. Dus alle jongeren die toen thuis zijn gebleven, en dat geldt overigens niet alleen voor jongeren, dat geldt voor veel meer mensen, die hebben daar nu echt wel spijt van. Dus laat je vooral horen. En samenleven betekent ook samen verantwoordelijkheid dragen. En die verantwoordelijkheid heb je bijvoorbeeld ook als kiezer. Je kunt je stem geven aan die leuke jonge knul met die krullen. Je kunt die man met die one-liner die America First roept. Koe voor de First mag overigens wel, heb ik al gezien. Maar America First, geef je daar je stem aan. Of aan die vrouw met die hele mooie ogen. Of geef je toch je stem aan diegene die een weloverwogen verhaal heeft, die er gewoon goed over heeft nagedacht, die misschien ook wel dingen zegt waarvan je denkt van nou eigenlijk had ik liever dat het anders was, maar eigenlijk weet ik wel dat hij wel gelijk heeft en ik ben blij dat er iemand is die het ook gewoon eerlijk verwoordt. Nou, dat is volgens mij ook voor jullie de opgave om zo meteen te gaan doen. Je gaat met elkaar in het debat, maar geef vooral ieder standpunt ook echt een eerlijke kans. Luister naar wat een ander te zeggen heeft. En maak voor jezelf dan de afweging. En verder mijn boodschap voor jullie. Dat geldt voor vandaag, maar dat geldt ook voor morgen, voor overmorgen en voor lang daarna. Laat je vooral ook horen. Als je echt in iets hebt verdiept, laat dan die mening daarover ook horen. En misschien nog wel belangrijker daarna, doe ook gewoon wat. En betekent dat dan dat je allemaal een kreta moet worden? Nee, je hoeft niet allemaal activist te gaan worden. Maar we hebben wel mensen nodig die gewoon zich een mening kunnen vormen en die zich laten horen en daar gewoon wat mee doen. En volgens mij kunnen jullie dat allemaal zijn. Vandaag heel veel plezier, heel veel succes en nogmaals, luister gewoon goed naar elkaar en maak er vooral een hele leuke dag van. Helemaal zweethandjes. Bedankt meneer Huizing. We gaan beginnen met het voorstel. Wie mag ik uitnodigen voor de opening speech vanuit GSC? Geachte voorzitter, raadsleden en overige aanwezigen. Wij van GSC, Gezond Sport Koevorden, willen met ons idee mensen stimuleren om gezonder te gaan leven door meer te gaan bewegen. Uit ons onderzoek blijkt dat de levensverwachting hier in Koevorden lager ligt dan het landelijke gemiddelde. Dit blijkt uit meerdere bronnen, onder andere Trendbureau Drenthe. Ook zorgt de gebrek aan financiële middelen in sommige huishoudens ervoor dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om te kunnen sporten. Bovendien wordt de binnenstad van Koevorden steeds minder bezocht, als gevolg van winkels die weg zijn getrokken uit de binnenstad. Maar wij hebben hiervoor de ideale oplossing bedacht. Het is wenselijk dat er een outdoor sportpark wordt gerealiseerd, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun gezondheid kunnen bevorderen.
Ons parkje bevat outdoor fitnessapparaten die voor iedereen, jong en oud, gezond of met een beperking, bruikbaar zijn. Wij zijn van mening dat door ons parkje de inwoners en bezoekers van Coevorden elkaar kunnen treffen. Door het aanleggen van dit sportparkje wordt de binnenstad een fraaie plek, ook om te recreëren. Mensen verblijven langer in het centrum van Coevorden, waardoor men ook meer geld zal besteden bij de middenstad. Ons idee is dat de bewegen op de toestellen in het sportparkje groene energie op kunnen gaan leveren. De energie die hiermee wordt opgewekt kan gebruikt worden voor het opladen van mobiele apparaten. Als locatie hebben wij de parkeerplaats tegenover het casino achter de Weeshuisweide gekozen. Hierdoor ligt het parkje centraal in Coevorden, waardoor het goed bereikbaar is. Indien het sportparkje gebouwd wordt op deze parkeerplaats, wordt de parkeerplaats op de Ganzenhof beter benut. Daarnaast willen wij ter compensatie de parkeerplaats naast de HEMA vergroten. Hierdoor profiteren de winkeliers in de Ganzenhof meer van deze bedrijvigheid. Tot slot, wij promoten een aantrekkelijke, groene en sportieve binnenstad. Gezondheid en sportiviteit centraal voor ons allemaal. Bedankt voor uw aandacht. Ik heb helemaal zweethandjes. Bedankt. Wie mag ik uitnodigen voor een speech voor of tegen het raadsvoorstel? De heer Meppelink. Geachte voorzitter, raadsleden en andere aanwezigen. Wij als Vrij Coevorden zijn tegen dit voorstel om de volgende redenen. Op parken zoals deze komen over het algemeen veel hangjongeren. Dit kan eventueel tot overlast en tot vandalisme leiden. Ook zullen mensen niet zo snel rond hangjongeren willen sporten. Overigens is de welvarendheid van Coevordenaren niet gekoppeld met de sportactiviteit van deze mensen. De armoede zorgt er tevens niet voor dat mensen niet kunnen sporten, aangezien iedereen buiten kan hardlopen of thuis oefeningen zouden kunnen doen. Het parkje zal hoogstwaarschijnlijk alleen met mooi weer bezocht worden en het is niet zeker of apparaten altijd genoeg energie voor de belichting van het park en of het opladen van mobieltjes heeft. Als niet genoeg energie wordt opgewekt, dan komen hier nog weer belichtingskosten aan vast. Ook wordt er gezegd dat de natuur de binnenstad aantrekkelijker maakt. Doordat de ligging van het park in het centrum ligt, heb je geen ruimte voor de natuur die je plaats moet vinden, omdat er al gebouwen dicht in de buurt staan. Daarnaast is het niet zeker of de parkeerplaats bij de HEMA vergroot kan worden. Dit is niet duidelijk gemaakt. De mindere bezoeken aan de binnenstad heeft ook niet te maken met de sportiviteit van de mensen. Wij zijn het met de manier van onderhoud die jullie hebben gekozen ook niet eens. Het is niet handig om verstandelijk gehandicapten in het park te laten onderhouden, want hier zijn ook weer begeleiders voor nodig en deze moeten ook weer betaald worden. Er is ook geen rekening gehouden of de verstandelijk gehandicapten wel het parkje wel willen onderhouden. Het voorstel van de partij van de plaats van 7 cardioapparaten gaat ook in de vorm van een ster. Tegen de partij's visie in, aangezien de toegankelijkheid van het sportpark voor iedereen is bedoeld. Als er maar 7 cardioapparaten staan, dan kan niet iedereen tegelijkertijd sporten. Om deze redenen vinden wij dat dit voorstel ongeschikt is om uitgevoerd te kunnen worden. Dank u wel voor uw aandacht. Helemaal zweethandjes. Bedankt. Het is niet nodig om te klappen na een speech. Dit is aan het eind van het voorstel. Is er nog een amendement ingediend? Hierbij gaan we verder met het open debat. Wie mag ik naar voren roepen voor het eerste punt? Mevrouw Brandt. Oké, de partij heeft het over armoede waardoor je niet kan sporten. Maar hier hebben we in Coevorden een doe-mee-pas voor. Met de doe-mee-pas kunnen inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum gratis lid worden van één of meerdere verenigingen. Heeft de partij er al over nagedacht? Ja, ze kunnen eigenlijk gewoon sporten bij een sportvereniging. Maar daarnaast kunnen ze naast de sportvereniging ook nog bij ons outdoor fitnessparkje sporten. Graag spreken via de voorzitter. Oh ja. Geachte voorzitter, de partij is van plan de parkeerplaats bij het casino te gebruiken om daarop het sportparkje te vestigen. Maar uit een gesprek met meneer Soppen, die in de gemeenteraad zit, kunnen wij opmaken dat er al enige ophef is tegen het feit dat er weinig parkeerplaatsen zijn in Coevorden. Als de partij deze parkeerplaats ook nog weg had, zou er een grote weerstand komen. Is hier ook al over nagedacht door de partij?
Mevrouw Hiemstra? Ja. Geachte voorzitter, wij hebben ter compensatie op de parkeerplaats naast de HEMA willen we graag een parkeerplaats bouwen. Dus er is al compensatie en men zal niet last hebben van de weinige parkeerplekken. Geachte voorzitter, heeft de partij nagedacht over dat het mogelijk is om de parkeerplaats naast de HEMA te vergroten? Want daarvoor zou een slootje dichtgegooid moeten worden en dat brengt veel kosten met zich mee. Mevrouw Klaassen. Geachte voorzitter, ja, daar hebben we inderdaad over nagedacht. We hebben dus een gesprek gehad met de wethouder Joop Rink en die zei dat het eigenlijk mogelijk was. En ik denk juist dat hij er best wel veel verstand van over heeft. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, ja. Is er nog een andere vraag vanuit de zaal? Mevrouw Schottet. Geachte voorzitter, hoe gaat de partij ervoor zorgen dat deze plek niet als hangplek wordt gebruikt? Mevrouw Westerhof. Deze plek... Mevrouw Hiemstra. Er zullen altijd hangjongeren zijn, maar wie zegt dat deze onplezierig zijn? En misschien gaan ze ook wel juist gebruik maken van ons sportparkje. En iedereen is hangjongeren geweest en die slopen niet altijd alles. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, nee. Hoe gaan jullie het controleren dat deze hangjongeren het niet slopen? Mevrouw Westerhof. We hangen er camera's op en als er iets vernield zou worden, dan lichten we de politie in en die kan dan kijken wat er vernield is en door wie dat gedaan is. Is uw vraag hiermee beantwoord? Nee. Wie gaat naar die beelden kijken? Mevrouw Westerhof. Geachte voorzitter, de politie gaat naar die beelden kijken. Is uw vraag nu beantwoord? Nee. Gaan jullie deze politie daarvoor betalen of moet dit vrijwilliger zijn? Geachte voorzitter, de politie wordt alleen ingeschakeld als er een melding is gedaan over dat de sportapparaten zijn gesloopt. Wat als eerste eigenlijk al niet mogelijk is omdat ze hufteproof zijn. Hiernaast wordt de politie altijd voor vernielingen ingeschakeld, dus zouden dit geen extra kosten kunnen zijn. Is uw vraag nu beantwoord? Nee. Hoe gaan jullie er dan voor zorgen dat iemand daarnaar gaat kijken? Wie gaat daarop letten? Daar moet je toch eigenlijk iemand voor betalen of je moet een vrijwilliger vinden om daarnaar te kijken? Mevrouw Klaassen. We zijn dus van plan een telefoonnummer bij te zetten. Dat als mensen zien dat het bijvoorbeeld is gesloopt, dat ze het telefoonnummer kunnen bellen. Dat wordt dan doorgezonden naar de gemeente en de gemeente kan het weer inlichten bij de politie. Nog een vraag? Nee hoor. Is er nog een andere vraag vanuit de zaal? Mevrouw van Ewijk. Geachte voorzitter, zijn de apparaten waterbestendig en kunnen ze tegen alle weersomstandigheden, omdat de apparaten immers energie opwekken? Mevrouw Westerhof. Deze apparaten zijn outdoor fitnessapparaten, dus ze zijn weerbestendig. En we gaan er energie mee opwekken, maar dat gaat via een kastje die waterdicht is. Dus het zou waterdicht moeten zijn en dat zou niet voor een probleem moeten zorgen. Geachte voorzitter, en wat als er bijvoorbeeld een storm komt? Mevrouw Hiemstra. Een storm valt ook onder weersverwachtingen en daarvoor zijn onze apparaten dus ook bestendig. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, ja. Is er nog een vraag vanuit de zaal? Mevrouw Dorglo. Geachte voorzitter, is er vraag naar een dergelijk park? Is dit onderzocht en zo ja, onder welke bevolkingsgroepen? Mevrouw Klaassen. Ja, dat is inderdaad onderzocht. Wij zijn dus langs EDS-plein gegaan, de bewoners, winkeliers van de Friese Straat en de Ganshof. En als bewijs hebben wij een boekje met allemaal handtekeningen. Dus we hebben eigenlijk al toestemming dat de bevolking er mee eens is. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, niet helemaal. Waarom staat dit niet in het boekje? Mevrouw Klaassen. Omdat ze dit ook gewoon zo kunt vragen. Dan konden wij het weer leggen. Is uw vraag nu beantwoord? Nee, het is niet duidelijk dat er vraag is naar een park.
En het staat niet in een boekje, het is niet vraag naar mijn idee. Geachte voorzitter, er zou ten eerste al op deze plek een parkje geplaatst worden. Alleen veel mensen vonden dat nutteloos, omdat het dan gewoon een parkje was en dan zou je daar parkeerplekken voor weghalen. En wij hadden het idee om dan een sportparkje daar te bouwen, zodat het toch nog een doel heeft. Is uw vraag nu beantwoord? Niet helemaal. Hoeveel handtekeningen hebben jullie? Mevrouw Klaassen. In totaal hebben we 53 handtekeningen. Onder welke bevolkingsgroep is dit onderzocht? Dit is onderzocht onder de verstandig gehandicapten van Bastion, de Aleida Kramer bejaardentehuis, de winkeliers en de bevolking. Is dit ook onderzocht onder jongeren? Ja, inderdaad. Dat is op school onderzocht. Is uw vraag nu beantwoord? Ja. Is er nog vraag vanuit de zaal? Mevrouw Van der Bos. Geachte voorzitter, GSC zegt dat het sportparkje Coevorde aantrekkelijker maakt en dat er dus meer toeristen komen. Wij als partij kunnen niet bedenken waarom toeristen op een sportparkje afkomen. Wat is jullie idee hierover? Mevrouw Hiemstra. Geachte voorzitter, als mensen hier, als toeristen hier het kasteel komen bezoeken, kunnen ze heus wel even langs ons sportparkje en blijven ze langer in de binnenstad. Is hier nog antwoord op? Geachte voorzitter, ik vind het nog geen volledig antwoord. Ik snap niet waarom toeristen die het kasteel komen bezoeken, zouden gaan sporten. Hebben jullie je antwoord op? Mevrouw Klaassen. Geachte voorzitter, ja, we hebben inderdaad een antwoord hierop. Zo hebben wij een sterrengracht in de vorm, een grasveld in de vorm van een sterrenwacht. En er staat eigenlijk een hokje nu wat in de vorm is van het kasteel. Daarnaast hebben we uitzicht op het kasteel. En toeristen zijn vooral geïnteresseerd in de historie van geschiedenis van Coevorde. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, nee. Het sportparkje is dan misschien wel historisch in een ster, maar toeristen die monumenten komen bezoeken, waarom zouden die gaan sporten? Mevrouw Klaassen. Nou, het is eigenlijk wel mooi. Stel je voor, je gaat naar het sportparkje en je ziet gewoon toeristen die denken van hey, leuk, kasteel, sterrengracht. En ze zien ook fitnessapparaten. Wat denk je? Zouden ze dan proberen om de fitnessapparaten te gaan gebruiken? Om te kijken, hey, laten we een keer gaan sporten. Dat stimuleert alleen maar het sporten, dus ook de gezondheid. Is uw vraag hiermee beantwoord? Nou, het is een beetje vaag antwoord, maar ik denk het wel. Is er nog een vraag vanuit de zaal? Mevrouw Six Dijkstra. Geachte voorzitter. Ja, sorry. De partij heeft het heel vaak over gehandicapten. Maar hoe weten ze dat hun het überhaupt willen? Want er is vaak sprake van intrinsieke motivatie. En dat ze het gewoon niet fijn vinden en zelfs schamend. Mevrouw Klaassen. Geachte voorzitter. Mijn moeder werkt bij Bastion. Ik heb een gesprek gehad met de Bastion en de verstandig gehandicapten. En de verstandig gehandicapten waren er alleen maar enthousiast over. En ik vind juist, als ze enthousiast erover zijn, dan zou het voor mijn part best mogen doen. En dat mag ook van de gemeente. Is uw vraag hiermee beantwoord? Nee, eigenlijk niet. Want u heeft het wel... De partij heeft het wel gevraagd aan uw moeder, maar willen ze het zelf ook of denkt ze dat ze het willen? Mevrouw Klaassen. Ja, geachte voorzitter. Mijn moeder heeft het niet gevraagd. Ik ben zelf op gesprek geweest met een paar van ons groepje. We hebben ook verstandig gehandicapten gevraagd dat ze het ook hierin. Dus ze zijn het er gewoon mee eens. Is uw vraag hiermee beantwoord? Ik wil even... Geachte voorzitter, het staat niet duidelijk in het boekje. Er staat, het lijkt alsof er staat dat het gewoon een aanname is. En er staat niet dat er verder onderzoek naar is geweest. Mevrouw Klaassen. Dit deden wij eigenlijk omdat we dan ook weer konden weerleggen. Is uw vraag hiermee beantwoord? Ja, geachte voorzitter, ja. Is er nog een vraag vanuit de zaal? De heer Habers. Geachte voorzitter, is er een indicatie vanuit de partij hoeveel het sportparkje moet kosten?
De heer Meijer. Het is niet, geachte voorzitter. We hebben niet precies berekend hoe duur het zal worden. In ieder geval is er van de gemeente genoeg budget om dit te gaan bouwen. Is uw vraag hiermee beantwoord? Nee. Geachte voorzitter, dit budget is bedoeld voor heel het sporten in Coevorden, dus niet alleen voor jullie sportparkje. Mevrouw Klaassen. Eigenlijk is het sportpark bedoeld voor heel Coevorden. Het is juist centraal Coevorden, zodat het toegankelijk is voor alle wijken. Dus in principe zou het voor heel Coevorden toegankelijk zijn en zou het budget mogelijk kunnen zijn. Is uw vraag hiermee beantwoord? Nee. Onlangs is er ook een brief rondgegaan bij de ouderen dat ze gratis mogen sporten onder het Aleida Kramer. Waarom zouden deze ouderen dan buiten willen sporten als ze ook binnen kunnen sporten? Mevrouw Westerhof. Geachte voorzitter, ze hoeven niet per se te sporten. Ze kunnen ook gewoon naar het parkje gaan om de natuur. Geachte voorzitter, dus jullie hebben een sportparkje gemaakt waar je niet per se hoeft te sporten. Mevrouw Westerhof. Nou ja, als je niet kan, geachte voorzitter, als je niet kan sporten, dan je kunt ook gewoon het parkje bezoeken. Je hoeft niet per se te sporten als je dat niet wil. Wilt u hier nog op reageren? Nee. Is er nog een vraag vanuit de zaal? Mevrouw Schottet. Geachte voorzitter, hoe gaat de partij ervoor zorgen dat dit het milieu bevordert als je dit park moet aanleggen volgens argument 5? Mevrouw Klaassen. Ten eerste hebben wij planten zoals bomen, bloemen, die stoten zuurstof uit. En ten tweede, nou, als we de parkeerplek weghalen, wordt de parkeerplek verplaatst naast de Ganzenhof. Die auto's moeten dan iets minder lang rijden, waardoor we eigenlijk in principe minder CO2 uitstoten en alle kleine beetjes helpen. Wilt u hier nog op reageren? Geachte voorzitter, ja. Deze kleine aantallen bomen en struiken, gaan die dan het compenseren wat jullie hebben verbruikt bij het aanleggen en dus ook bij het aanleggen van de nieuwe parkeerplaats? Mevrouw Hiemstra. Geachte voorzitter, nee, er zal zeker wat, we zouden zeker wat uitstoten, alleen we winnen er ook weer wat mee. Is uw vraag hiermee beantwoord? Nee. In jullie argument 5, geachte voorzitter, in argument 5 zeggen jullie dat dit het milieu bevordert. Dus nu zeggen jullie dat het juist minder is dan jullie uitstoot van slechte stoffen aan het aanleggen. Mevrouw Hakkers. Er staat niet dat het milieu bevordert, maar stimuleert. We plaatsen planten en bomen zodat het mensen motiveert om daar te gaan sporten. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, ja. Is er nog vraag vanuit de zaal? Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, ik zou graag nog even terug willen komen op het punt dat jullie zeggen dat de levensverwachting in Coevorden erg laag is. Hebben jullie wel daadwerkelijk goed onderzoek gedaan naar of het wel klopt? Mevrouw Klaassen. Meerdere bronnen zeggen het, zoals het Trendbureau, het Dagblad van het Noorden en hij beaamt ook de heer Brink. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, nee. Namelijk uit bron van Volksgezondheidszorg blijkt dat de gemiddelde levensverwachting in Nederland 81,5 jaar is. De levensverwachting in Coevorden en Emmen daarbij zou het laagst zijn van Drenthe met 75 jaar plus 19,4 jaar. Dat ligt dus hoger dan wat het in Nederland is. Het is dus niet lager. Mevrouw Hiemstra? De bron die, geachte voorzitter, de bron die u heeft gebruikt klopt niet, want wij hebben meerdere bronnen onderzocht. En daaruit blijkt echt dat de levensverwachting hier lager ligt. Wilt u hier nog op reageren? Geachte voorzitter, ja. Ik neem aan dat de bron Volksgezondheidszorg wel klopt. Het was een recent bericht, dus ik neem aan dat ik dit wel kan geloven. Mevrouw Klaassen. Geachte voorzitter, dit raadvoorstel zou moeten gaan over alleen Coevorden. U betrekt er Coevorden en Emmen mee. Wilt u hier nog op reageren? Geachte voorzitter, ja, graag. Want in Drenthe, jullie hadden het ook over Drenthe, want het is het laagst. En dit was dus de bron dat het in Drenthe, Coevorden en Emmen het laagst was. Daarom noem ik ook Emmen, maar we zouden ook over kunnen gaan op alleen Coevorden. En dan is het nog steeds hetzelfde. Mevrouw Klaassen. Geachte voorzitter, u had het net over Emmen en Coevorden. Heeft u nou ook echt daadwerkelijk bronnen aan van alleen Coevorden? Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, nee.
Want het is ook daadwerkelijk alleen een bron van Coevorden. Daarbij stond Coevorden en Emmen genoemd, maar er stond ook een verdere uitwerking van enkel Coevorden. Geachte voorzitter, kunt u de vraag herhalen? Geachte voorzitter, het is een bron van ook enkel Coevorden. Dus niet Coevorden en Emmen, maar ook enkel van Coevorden. Mevrouw Klaassen. Ik zou het wel erg raar vinden als Joop Rink, de wethouder van Coevorden, dit beaamt. Terwijl het in een bron van u anders staat. Ik denk dat Joop Rink daar ook wel veel verstand van heeft. Wilt u hier nog op reageren? Geachte voorzitter, graag. Ik denk dat we een volksgezondheidszorg wel mogen vertrouwen op hun woord. Tuurlijk zal meneer Van der Brink ook goed hebben. Maar dit is een bron die door heel Nederland ook wordt gebruikt. Dus ik neem aan dat dit juist is. Mevrouw Hiemstra. Geachte voorzitter, het komt er gewoon op neer dat de levensverwachting hier lager is. En als u dat niet snapt, dan snap ik uw probleem niet. De laatste reactie. Geachte voorzitter, hier ben ik het dus niet mee eens. Want de gemiddelde levensverwachting is in Nederland dus 81,5 jaar. En het komt er dus op neer dat het in Coevorden dan rond de 85 ligt. Dus dat is hoger dan in Nederland. Mevrouw Klaassen, laatste reactie geef ik aan u. U heeft het over één bron en wij hebben meerdere bronnen en een persoon van de gemeente. En ik denk dat dit wel erg duidelijk is. Is er nog een vraag vanuit de zaal? Mevrouw van der Weijden. Geachte voorzitter, wie is er verantwoordelijk voor als er eventueel ongelukken gebeuren of dat kinderen bijvoorbeeld van zo'n apparaat afvallen? Hebben jullie daarover nagedacht? Mevrouw Hakkers. Geachte voorzitter, de gemeente is hier verantwoordelijk voor, maar de apparaten worden elk jaar getest zodat ze veilig zijn. Heeft u hier nog een reactie op? Ja, dus dat betekent als een kind denkt, goh, ik ga leuk sporten, maar hij valt eraf, dat een kind daar zelf niet voor hoeft te betalen, maar de gemeente dat dus op zich neemt. Mevrouw Westerhof. Het geachte voorzitter, dit sportparkje is te betreden op eigen risico. Wilt u hier nog op reageren? Ja, ik heb nog een andere vraag. Verwachten jullie ook dat mensen die eerst gewinkeld hebben, daarna nog gaan sporten in hun gewone kleding, inclusief hun spullen die ze zojuist gekocht hebben eventueel? Mevrouw Hakkers. Het zijn cardio-apparaten, dus daar zweet je niet heel veel van. Maar je merkt je wel energie op waarmee je je telefoon kunt opladen. Is uw vraag hiermee beantwoord? Nee. Dus je sport zonder te zweten en je laat je telefoon ondertussen op? Mevrouw Hiemstra. Geachte voorzitter, u kunt ook zeker gaan sporten als u net heeft gewinkeld. Alleen al om even het parkje uit te proberen. Is uw vraag hiermee beantwoord? Ja, maar ik heb nog een andere vraag. Als er dus niet wordt gesport, is er dan wel energie zodat er überhaupt licht is? Want anders trekt het toch niemand aan om daarheen te gaan als het donker is? Mevrouw Hiemstra. Geachte voorzitter, het licht staat niet aangesloten op de apparaten. Dus wanneer u energie opwekt, geldt dat niet voor de belichting, alleen voor mobiele apparaten. Is uw vraag hiermee beantwoord? Ja, dank u wel. Is er nog een vraag vanuit de zaal? De heer Benjamins. Geachte voorzitter, waarom zou je de apparaten niet in een al bestaand park plaatsen? Dit zou toch ook kosten besparen? Mevrouw Westerhof. Op deze plek wordt al een parkje aangelegd. Dus wij hadden het idee om dan er een sportparkje van te maken. Dan heeft het ook nog een doeleinde in plaats van alleen een park. Want er zijn al genoeg parken hier alleen in Coevorden. Geachte voorzitter, we hebben net verteld dat er veel weerstand was tegen het aanleggen van een parkje daar. Geachte voorzitter, wilt u uw vraag nog een keer herhalen? Geachte voorzitter, we hebben net verteld dat er al veel weerstand is tegen een parkje plaatsen waar jullie het park willen plaatsen. Maar nu willen jullie er een sportpark van maken, dan kun je toch beter de apparaten in een al bestaand park plaatsen? Mevrouw Klaassen. Ten eerste is bij Van Heutspark al paardenconcours. Er is haast geen verlichting. CDA wil eigenlijk al een parkje hiernaast gaan maken. En het zou juist alleen de binnenstad aantrekkelijker maken. Dus in principe is het gewoon een goed plan. Is uw vraag hiermee beantwoord? Ja. Is er nog een vraag vanuit de zaal? Mevrouw Hermes.
Geachte voorzitter, in de aanpak en aanleiding staat dat jullie het parkje ook onder andere willen gaan verlichten met het licht, de energie dat de apparaten energie produceren. Hoe kan één persoon het hele parkje verlichten? De heer Meijer. Het parkje wordt niet verlicht door de energie die opgewekt wordt door de apparaten. De apparaten leveren alleen energie voor de mobiele telefoons. De rest van de verlichting wordt daardoor dus, de energie van de apparaten wordt dus niet gebruikt voor de verlichting van het park. Is uw vraag hiermee beantwoord? Nee, geachte voorzitter. In uw tekst staat hier precies of we gebruiken de energie om het park te verlichten. Mevrouw Hakkers. In ons, geachte voorzitter, in ons raadsvoorstel staat deze energie kan worden gebruikt voor het opladen van eigen mobiele telefoon of voor het verlichten van het parkje. Dit is dus een alternatief. Wilt u hier nog op reageren? Geachte voorzitter, nee hoor. Is er nog een vraag vanuit de zaal? De heer Habers. Geachte voorzitter, er wonen zo'n 15.000 mensen in Coevorden en jullie hebben 7 cardioapparaten. Daarnaast betrekken jullie ook nog toeristen. Hoe gaan jullie dit oplossen? Mevrouw Hakkers. Geachte voorzitter, denk je echt dat heel Coevorden tegelijkertijd op die sportapparaten wil sporten? Wilt u er nog op reageren? Nee. Is er nog een vraag vanuit de zaal? De heer Meppelink. Geachte voorzitter, ik heb de volgende vragen. Ik heb een vraag over de ligging van het parkje, want jullie zeggen dat de natuur het aantrekkelijker maakt. Maar om het parkje heen zijn veel gebouwen en je hebt alleen een grasveldje. Waar willen jullie dan al die natuur gaan plaatsen met al die gebouwen eromheen? Mevrouw Westerhof. Geachte voorzitter, de CDA is al van plan om naast deze gebouwen die aan de rand van het parkje staan een soort van heg te maken, zodat je die gebouwen niet meer ziet. Dus zou je meer natuur hebben rond het parkje. Is uw vraag hiermee beantwoord? Nog niet helemaal. Dus ze willen een heg zo groot als het hele gebouw plaatsen om elk gebouw heen. Mevrouw Klaassen. De voorzitter, nee, natuurlijk niet. We hebben natuurlijk ook weer bomen, bloemen, struiken en daardoor zie je de gebouwen niet zo heel erg. Wilt u hier nog op reageren? Graag. Een paar struiken maakten niet in één keer een natuurgebied. Overigens, met wat ik al zei, met die gebouwen. Als jullie dan in een ster die vorm zou je met 3 cardioapparaten echt hier op het grasveldje hebben. En de rest kijkt gewoon nog steeds tegen die gebouwen aan. Dus dan willen ze ook niet op die cardioapparaten. Want wat heeft de natuur van jullie idee dan voor zin? Mevrouw Westerhof. Geachte voorzitter, er komen niet 3 cardioapparaten, er komen wel meer dan 3. Wilt u hier nog op reageren? Graag, want mevrouw Westerhof heeft mijn vraag niet begrepen. Ik heb vermeld dat er 7 cardioapparaten zouden komen, maar ik zei dat er maar ongeveer 2-3 richting het grasveldje kijken waar dan de meeste natuur is. De rest kijkt nog steeds tegen de gebouwen aan. Mevrouw Hiemstra. Geachte voorzitter, we willen alleen milieu om het parkje iets aantrekkelijker en mooier en rustgevender te maken. Het is dus gewoon een detail en het is niet van betrekking op ons plan en je hoeft niet in details te treden bij PED. Wilt u hier nog op reageren? Ik zou er nog één dingetje aan willen toevoegen. Omdat jullie zeggen dat deze natuur die jullie plaatsen de stad aantrekkelijker maakt. Dus jullie hebben dit echt als groot geheel gewoon vermeld in het boekje. Omdat volgens jullie die natuur de binnenstad gewoon aantrekkelijker maakt. Ook voor toeristen. Maar als jullie zeggen dat er alleen maar een paar struiken komen, dan is het niet aantrekkelijker. Mevrouw Klaassen, achtervoorzitter, er is veel leegstand in de stad. Als wij een sportparkje bijmaken, denken winkels, hé, er zijn veel mensen. Er gaan veel mensen in het parkje. Laten we bijvoorbeeld een Brownies & Downies, een gezondheidswinkel plaatsen. Daarmee verbetert dus ook de leegstand in de binnenstad. Wilt u hier nog op reageren? Ik zou graag verder willen gaan op mijn volgende vraag, want u vermeldt Brownies & Downies. Kijk, jullie hebben dus als idee om de verstandelijk gehandicapten het parkje te laten onderhouden. 1. Er is niet vermeld of deze dat willen. 2. Begeleiders. Deze moeten betaald worden. En jullie vermelden nu ook dat de verlichting niet opgewekt wordt door de sportapparaten. Dus die moeten ook weer betaald worden elke keer.
Hoe willen jullie dat gaan doen? Elke keer die maandelijkse kosten. En ook de onderhoud niet vergeten, die ze dan plaatsen, kost ook weer geld. Mevrouw Klaassen. In principe zou u 1 vraag tegelijk moeten vragen. Wilt u hier nog op reageren? Jazeker. Het was een samenvatting en mijn vraag was over de algemene kosten. Mevrouw Klaassen, de details zijn niet relevant. Geachte voorzitter, ik vind om dit aantal geld vind ik toch best wel relevant voor een parkje. Want mensen zouden net zo goed veel gewoon kunnen hardlopen, want het kan buiten. En dat bespaart gewoon heel veel geld. En dan hoef je dat hele parkje ook niet te onderhouden en neer te plaatsen. Mevrouw Hiemstra. Ach, de voorzitter. Ten eerste spreken we niet echt over geldstroom bij PED. Dat is gewoon niet heel belangrijk. En ten tweede, de gemeente houdt elk jaar genoeg geld over. Dus ze zouden heus wel wat in ons parkje kunnen investeren. Wilt u hier nog op reageren? Graag, want wij vinden geld belangrijk. En als het geplaatst wordt, moet het ook betaald worden. En het is niet eenmalig, zijn de maandelijkse kosten. Want elke keer moeten die begeleiders betaald worden. De verlichting moet blijven betaald worden. Het onderhoud moet blijven betaald worden. Dat is geen eenmalige kosten. Dus om dat elk jaar uit het potje te moeten halen. Mevrouw Hakkers. Mevrouw Westerhof. Geachte voorzitter, in ons raadsvoorstel staat, daarnaast is het ook mogelijk om verstandelijk gehandicapten van het bastion het parkje te laten onderhouden. Hiervoor krijgt de gemeente subsidies. Dus het zou geen probleem moeten zijn om begeleiders te betalen voor die verstandelijk gehandicapten. Want daar krijgt de gemeente dus subsidies voor. Wilt u hier nog op reageren? Graag. Waar komen die subsidies vandaan? En dan heb ik nog steeds geen antwoord op mijn vraag over de verlichting en het onderhoud. Mevrouw Klaassen. De subsidies komen van bijvoorbeeld de Twaajong-uitkering en onder andere meerdere uitkeringen van verstandige gehandicapten. Is uw vraag hiermee beantwoord? Nee, aangezien zij de 2 andere hoofdpunten van mijn vraag genegeerd hebben. Mevrouw Klaassen. U stelde eigenlijk in principe dat wij moesten antwoorden op 3 vragen. Ik stelde gewoon 1 antwoord op 1 vraag. Uiteindelijk kwam ik weer tot de conclusie, hoe gaat het nou met de verlichtingskosten en het onderhoud? Maar dat was mijn conclusie van mijn vraag, maar dat is dus niet opgevat, dus bij deze. Mevrouw Klaassen. De onderhoud wordt eigenlijk onderhouden door de verstandige gehandicapten. Die vinden het leuk om te onderhouden en ze krijgen dus ook begeleiding erbij, waardoor het allemaal goed verloopt. Wilt u hier nog op reageren? Graag. Dus alle verstandelijke gehandicapten en de begeleiders, iedereen die betrokken zijn hiermee akkoord. En nog steeds heb ik niet het antwoord op mijn vraag wat jullie nou van die maandelijkse kosten van de verlichting doen. Aangezien het parkje dan elke keer wel belicht is, bijvoorbeeld in de winter met heel slecht weer, maar dat wordt gewoon niet gebruikt. Dat zou zonde zijn. En de onderhoudskosten ook weer is niet beantwoord. Mevrouw Hiemstra. Ik heb u net uitgelegd dat geldstromen niet belangrijk zijn met PED. Ik hoop dat u het nu snapt. De laatste reactie geef ik nog aan u. Mijn laatste reactie zou zijn, als geld niet belangrijk zou zijn, wat doen we dan hier? Geld is belangrijk om dingen mogelijk te kunnen maken. Dus je kan eigenlijk niet veronderstellen dat geld niet belangrijk is om dingen mogelijk te maken. Vooral niet in een gemeente, als je dingen wil plaatsen. Is er nog een vraag vanuit de zaal? Mevrouw Schottert. Geachte voorzitter, in een eerder argument hadden de partij als antwoord dat de apparaten hufterproof zijn. Hoe hebben jullie dit gedaan? De heer Meijer. Wij hebben veel research gedaan over verschillende websites. Wij hebben daar gevonden dat veel apparaten die wij willen gaan plaatsen, onder andere hufterproof zijn. Deze kunnen dus niet gesloopt worden. Is uw vraag hiermee beantwoord? Nee, geachte voorzitter. Dus jullie hebben onderzoek gedaan naar de apparaten en hebben dus ook gekeken of ze daadwerkelijk hufterproof zijn, omdat er ook kinderen op gaan spelen. De heer Meijer. Ja, daar hebben wij onderzoek over gedaan. Wilt u hier nog op reageren? Ja, geachte voorzitter. Waarom is dit niet genoemd in jullie raadsvoorstel? Mevrouw Klaassen. Geachte voorzitter, u kon het ook vragen. Wilt u hier nog op reageren? Geachte voorzitter, nee. Is er nog een vraag vanuit de zaal? Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter,
De partij had het net over camera's, omdat jullie verwachten dat er veel mensen gaan sporten. Maar ja, kijk eens naar de sportpakjes in Zwinderen en Oosterhesselen. Die staan bijna allemaal leeg. Wat is jullie reactie op? Mevrouw Klaassen, geachte voorzitter. Mijn reactie is hierop. In Enschede hebben ze hetzelfde soort parkjes. Daarmee hebben we ook een gesprek gehad, telefonisch. En dat is een groot succes. Dus waarom zou het geen groot succes zijn in Coevorden? Is uw vraag hiermee beantwoord? Nee, ik had het ook over de camera's. Jullie benoemden net dat er ook kosten bij kwamen kijken voor de camera's, maar die staan niet bij de bronnen vermeld of bij de kosten-batenendekking. Is hier nog reactie op vanuit de partij? Mevrouw Hiemstra, geachte voorzitter, kunt u de vraag even herhalen? Mevrouw, geachte voorzitter, mevrouw Klaassen noemde net, of mevrouw Westerhof, dat er camera's kwamen hangen in het parkje. Maar dit staat niet bij de kosten- en batenendekking. Mevrouw Klaassen, geachte voorzitter, het is politie zijn werk. Wilt u hier nog op reageren? Geachte voorzitter, het blijkt wel dat de partij hier niet goed even nagedacht. Is er nog een vraag vanuit de zaal? Mevrouw Dorgelo. Geachte voorzitter, hoe wilt u dat wij uw voorstel serieus kunnen beoordelen als u de helft niet in het partijboekje vermeldt? Mevrouw Hiemstra. Geachte voorzitter, we hebben het u toch uitgelegd. U kunt ons alles vragen en op de meeste vragen geven we ook gewoon antwoord. Wilt u hier nog op reageren? Ja, dit is geen antwoord op de vraag waarom het niet in een boekje staat. Waarom zetten jullie niet jullie bronnen en alles in een boekje? De heer Dam. Zodat de rest nu gevraagd kan worden. Wilt u hier nog op reageren? Nee. Is er nog een vraag vanuit de zaal? De heer Habers. Geachte voorzitter, er is onderzoek naar gedaan of de gehandicapten zin hebben om te sporten in het parkje. Is er ook onderzoek gedaan of de gehandicapten zin hebben om het park te onderhouden? Mevrouw Westerhof. Geachte voorzitter, zoals mevrouw Klaassen net al zei, hebben wij een gesprek gevoerd met de verstandelijke gehandicapten of ze het parkje zouden willen onderhouden en dat leek hen wel leuk. Is uw vraag hiermee beantwoord? Nogmaals. Waarom is dit niet benaderd in jullie raadsvoorstel? Mevrouw Klaassen, zoals ze net ook al uitlegde, u kunt gewoon vragen. Wilt u hier nog op reageren? Graag de voorzitter. Top. Mevrouw Schottert, de laatste vraag. Geachte voorzitter, in een eerder argument is genoemd dat de partij onderzoek heeft gedaan naar het bastion. Dit is niet vermeld in de bronnen. Hoe moeten wij erachter komen dat dit echt waar is? Mevrouw Klaassen. Door middel van een handtekeningboekje. U mag me gerust zien hoor. Is uw vraag hiermee beantwoord? Nee. Geachte voorzitter, hadden jullie dit niet in je bronnen moeten vermelden zodat wij onderzoek hadden kunnen doen naar het bastion? Mevrouw Hiemstra. Geachte voorzitter, we hadden het in onze bronnen kunnen vermelden, maar we kunnen het u ook gewoon laten zien in het echt. Mevrouw Hakkers. Geachte voorzitter, ons raadsvoorstel is geschreven in grote lijnen. De verstandelijke gehandicapten zijn een bijzaak. Wilt u hier nog op reageren? Geachte voorzitter, ja. Als de verstandelijke gehandicapten een bijzaak waren, wie gaat er dan zorgen voor het onderhoud als deze verstandelijke gehandicapten niet worden gebruikt voor de onderhoud? Mevrouw Westerhof. Geachte voorzitter, als de verstandelijke gehandicapten het parkje niet zouden onderhouden, zou de gemeente het onderhouden of vrijwilligers? Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, nee. Als het door de gemeente wordt gedaan, zou de gemeente toch hun eigen tijd moeten gebruiken. Wie gaat dit financieren en wie gaat ervoor zorgen dat de vrijwilligers dit gaan doen? Het laatste woord vanuit de partij. Mevrouw Klaassen. Geachte voorzitter, er is een budget voor sport en gezondheid. Daarnaast krijgt de gemeente subsidies van de verstandige gehandicapten die daar dan onderhouden. En het wordt sowieso al onderhouden. Dus van die subsidies kunnen ze ook weer de begeleiders betalen in het bastion. En dan gaat het geld gewoon rond. Daarnaast is het zo, als mensen naar de binnenstad trekken vanwege het sportparkje en de winkels, profiteren de winkels ervan. Wordt er geld uitgegeven, de winkels krijgen dan geld, ze kunnen mogelijk maken meer producten. En zo rolt het geld gewoon rond. De economie gaat dan ook weer beter. Laatste reactie.
Geachte voorzitter, als de winkels dus extra geld krijgen, moet het geld dan naar de gemeente gaan? Zoals ik dit begrijp, hebben jullie onderzoek gedaan naar dit of de winkels dit daadwerkelijk willen? Want als ik naga, willen winkels hun extra geld niet aan de gemeente geven, maar voor zichzelf houden. Laatste reactie, de heer Meijer. Hoe meer de winkels, geachte voorzitter, hoe meer de winkels dus verdienen, hoe meer belasting er wordt betaald. Wie mag ik uitnodigen voor een speech voor of tegen het raadsvoorstel? Mevrouw Van der Bos. Geachte voorzitter, wij van WSVP zijn het niet eens met het voorstel van GSC. In de inleiding wordt aangegeven dat de gemiddelde leeftijdsverwachting in Koevorden onder het gemiddelde ligt. Dit willen jullie oplossen door mensen meer te laten bewegen. Echter, het is niet bewezen dat deze lage leeftijdsverwachting komt door te weinig beweging. Ook staat er dat door armoede niet iedereen de mogelijkheid heeft om te sporten. Sporten hoeft niet per se geld te kosten, want mensen kunnen zelf ook gaan hardlopen of bepaalde workout oefeningen doen om zelf gezond te blijven. Bovendien zeggen jullie dat een sportpark je Koevorden aantrekkelijker maakt en dat er dus meer toeristen komen. Wij als partij kunnen geen reden bedenken waarom het sportpark je toeristen zal trekken en waarom toeristen Koevorden daarom zouden gaan bezoeken. Daarnaast gebruiken jullie als argument dat het parkje dicht bij het Bastion ligt en dat daarom de gehandicapten die daar wonen het parkje goed kunnen bereiken. Jullie willen dat de gehandicapten het parkje gaan onderhouden. De kans dat dit mogelijk is heel klein, want de gehandicapten hebben zelf ook werk en wie zegt dat ze het willen? Jullie zeggen ook dat bij het sportparkje alle bevolkingsgroepen worden betrokken. Wie zegt dat als het sportparkje er is, het geen nieuwe hangplek voor jongeren wordt? Als jongeren op deze plek afspreken, dan kunnen de mensen die echt willen gaan sporten deze apparaten niet gebruiken. Ook komen volwassenen minder snel naar het parkje doordat deze bezet is door jongeren. In het raadsvoorstel wordt helemaal niks over gezegd over de kans van vernieling. Dit is altijd een factor waar je rekening mee moet houden als het in het openbaar staat. De apparaten zijn niet beveiligd en kan je niet beschermen tegen vernieling. Bedankt voor uw aandacht. Wie mag ik uitnodigen voor een slotspeech vanuit de partij? Mevrouw Klaassen. Geachte voorzitters, raadsleden en medeaanwezigen. Wij, de GSC, willen een sportpark dat voor iedereen toegankelijk is creëren. Onze sportfaciliteit is daarom ook bedoeld voor alle sociale groepen. Ongeacht of je arm, rijk, verstandelijk beperkt, oud of jong bent. Wij weten allemaal dat sporten goed is voor de gezondheid. Volgens verschillende bronnen is de gezondheid in Koevorden niet optimaal. Wij hebben bijvoorbeeld een lagere levensverwachting, dit beaamt de heer Brink. Het wordt veroorzaakt door een slechte voeding, minder lichaamsbeweging, hoger alcoholgebruik, roken en door stress van huisvesting, werk en het inkomen. Het zijn allemaal factoren die van invloed zijn. Wij, de Partij van Gezondheid en Sport, vinden daardoor dat er wat veranderd moet worden. Laten we realistisch blijven. Het kan niet zo doorgaan. Met onze sportfaciliteit pakken wij het probleem lichaamsbeweging aan. Dit probleem wordt verbeterd doordat mensen meer gaan sporten en hierdoor hun gezondheid verbeteren. Ook is het sportpark openbaar, waardoor men kan bewegen in een mooie, groene, historische buitenomgeving. In de vormgeving van ons concept is de historie van Koevorden erg zichtbaar aanwezig. We zien het als een goede aanvulling op de sportscholen en verenigingen die wij al hebben in Koevorden. Ben je in de binnenstad? Doe sportief en kom lekker langs. Zo stel ik me voor dat sportverenigingen hun conditietrainingen willen verplaatsen naar een mooi sportpark zoals wij voor ogen hebben. Ik spreek uit ervaring. Ik vond de conditietraining vaak erg saai, omdat wij altijd op één plek rondjes liepen. Daarnaast is het park toegankelijk voor ons allen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld mensen met een lager inkomen sporten naast de Doemeepas. Het sportpark is dus toegankelijk voor alle sociale groepen. Zo trekken wij iedereen aan van de verschillende bevolkingsklassen in ons concept. Dus ter verduidelijking, dit zijn onder andere de ouderen, jongeren, rijken en verstandig gehandicapten. Wij zijn ons van bewust dat vandalisme kan voorkomen. Echter wordt er toezicht gehouden door middel van camera's. Bovendien zijn apparaten lastig te vernielen en worden ze gecontroleerd. Kortom, dit alles samen creëert een aantrekkelijke, groene, sportieve binnenstad. Ook is het goed voor de gezondheid van Koevorden en is het toegankelijk voor alle bevolkingsklassen. Wij zijn ervan overtuigd, in hart en nieren, dat een sportpark een ideale oplossing is. Onthoud, een stem voor ons is een stem voor de gezondheid en die van uw medemens. Dank u wel. We gaan nu open tot de stemming.
Dan gaan we nu over tot de stemming. De stemming is als volgt. 6 voor, 30 tegen en 3 in onthouding. Het raadsvoorstel wordt dus niet aangenomen. We gaan door met het volgende voorstel. Koen voor de First mag naar voren komen. Hierbij open ik de vergadering. Wie mag ik uitnodigen voor de opening speech? Mevrouw Hogenberg. Geachte voorzitters, raadsleden en overige aanwezigen. Wij van Koe voor de First willen het imago van Koevoorde verbeteren. Momenteel is er een niet erg positief beeld van Koevoorde. Mensen van buitenaf zien niet wat Koevoorde allemaal te bieden heeft. Er zijn een aantal punten om het imago van Koevoorde te verbeteren. Wij willen Koevoorde weer in een goed daglicht zetten door middel van een schoolproject en een themaweek die gecombineerd is met de start van de culturele gemeente. Derdejaars scholieren van de nieuwe Veste Koevoorde zullen daarin een grote rol gaan spelen. Deze HAVO- en VWO-leerlingen zullen aan de hand van een ONO-project deze themaweek mogen invullen met verschillende activiteiten die gericht zijn op elke doelgroep. Zo krijgt ook de nieuwe Veste een positieve beeld en de scholieren worden betrokken bij de inwoners. Dit zorgt voor saamhorigheid. De ouderen en jongeren raken daarbij ook in contact, waardoor de ouderen zich minder eenzaam zullen voelen. Het project zal van start gaan in 2021, wanneer we de themaweek willen combineren met het Zuiderveld, om zo het project een extra boost te geven. Hiernaar zal er elk jaar één themaweek blijven plaatsvinden, met als doel dat de vernieuwde activiteiten blijven bestaan. Hierdoor is er een koe voor de meer te doen en wordt de stad een stuk levendiger en gezelliger. Dit trekt mensen uit andere plaatsen ook weer naar Koevoorde. Verder willen wij wijken met elkaar in contact laten komen door middel van competities. Bijvoorbeeld door de titel Best Versierde Kar of Wijk uit te reiken. De wijken voelen zich verbonden en de mensen gaan met elkaar samenwerken. Er komt dus een goede samenhang van de bevolking, wat mensen een goed gevoel geeft en de kijk op Koevoorde positief beïnvloedt. De themaweek en activiteiten die daarbij plaatsvinden zullen erg duurzaam zijn, wat tegenwoordig een erg belangrijk punt is. Denk hierbij aan het recyclen van de gebruikte plastic bekers na de activiteiten. Andere verschillende manieren waarop dit gedaan kan worden, worden verzonnen tijdens het ONO-project. Dit alles kan gefinancierd worden door de gemeente, die een subsidie beschikbaar stelt voor nieuwe evenementen of evenementen met vernieuwende onderdelen. Ook kunnen bedrijven en verenigingen ons project sponsoren. Dit voorstel is niet het einde, maar het begin van een bruisende stad. Wij zeggen, Koe voor de First, make Koe voor de Great again. Dank u wel. Wie mag ik uitnodigen voor een speech voor of tegen Koe voor de First? Mevrouw Klaassen. Geachte voorzitters, raadsleden en mede-aanwezigen. Ten eerste wil ik zeggen dat het een leuk idee is om activiteiten te organiseren. Maar zijn er al geen activiteiten in Koevoorde? Zo zijn er horecadagen, havendagen, een paardenconcours in het Van Heutspark, ganzenmarkt, het Hofpoorttheater, een ganzenfestival en ga zo maar verder. Er zijn dus genoeg activiteiten voor jong en oud, waardoor dit plan voor jullie geen impact zal hebben. Daarnaast spannen jullie in voor het imago van Koevoorde, terwijl Koevoorde hier al mee bezig is. Zo zijn er stadsvernieuwingen zoals het EDS-plein, de tunnel en de vernieuwing van het oude station. Ook was het Schansfestival een nieuw idee, wat erg goed werd bezocht. Kortom, jullie lopen achter op de feiten en gebeurtenissen. Er staat ook in jullie raadsvoorstel dat deze themaweken zorgen voor een goede samenhang van de bevolking. Dit zou komen doordat mensen samenwerken. En eigenlijk spreken jullie jezelf hierop tegen om later in het raadsvoorstel te zeggen dat wij met elkaar in contact komen door middel van competities. En dit spreekt elkaar tegen, omdat mensen die competities tegen elkaar doen vaak in strijd komen met elkaar. Dit betekent dus dat de saamhorigheid van de wijken nog slechter wordt gestimuleerd door deze competities dan voorheen. Bovendien is jullie plan om wijken met elkaar in contact te laten komen tijdens het Zuiderveld. Echter is het Zuiderveld een vierdaags evenement dat duizenden bezoekers trekt. Dit is ten eerste geen week, zoals jullie beweren. En ten tweede, het wordt één keer in een jachtjaar gehouden in Dalen. In andere jaren is een van de andere Zuiderveldkernen aan de beurt. Hieronder valt ook Koevoorde. Dit betekent dat Koevoorde al meedoet tijdens het Zuiderveld. Hiermee concluderen wij alweer dat jullie achterlopen op de feiten en gebeurtenissen. Tot slot zou iemand een deel van het bedrag kunnen terugkrijgen als diegene haar of zijn beker teruggeeft, zoals jullie zeiden in het raadsvoorstel. Als je iets terugkrijgt, heb je van tevoren dus al te geven.
Daarom maken jullie duidelijk dat er geld verbonden zit met deze activiteiten en of de beker waar mensen aan de armoedegrens tegenaan lopen. Zouden de activiteiten niet voor alle sociale groepen bedoeld moeten zijn en niet alleen voor de mensen die zich kunnen veroorloven? Hiermee worden de sociale ongelijkheden nog erger in Coevorden, omdat de mensen aan de armoedegrens geen kans hebben om mee te kunnen doen aan deze activiteiten. Ook voelen deze mensen zich hierdoor sneller buitengesloten. Op deze manier laten jullie merken dat jullie activiteiten onderscheid maken tussen de bevolking en niet voor de sociale groepen van toepassing is. Kortom, dit alles samen maakt duidelijk dat er activiteiten zijn waardoor dit plan overbodig is, jullie achter de feiten en gebeurtenissen aanlopen, het niet-saamhorigheid tussen de wijken verbetert en de mensen aan de armoedegrens hierbij worden buitengesloten. Een tip voor de volgende keer, probeer eens wat te bedenken wat vernieuwend is voor de toekomst. Dank u wel. Er zijn geen textuele wijzigingen ingediend. We gaan door naar het open debat. Wie mag ik naar voren roepen voor vragen? Mevrouw Schottert. Geachte voorzitter, hoe gaat de partij cateraars aantrekken als zij zelf voor hun werk moeten betalen, zoals staat aan het eind van kostenbaten en dekking? Mevrouw Stiks-Dijkstra. Geachte voorzitter, in het idee staat horeca kan een soort kraampje doen, moet ze geld leveren met zijn eigen risico en dat gaat waarschijnlijk voor hun om winst te maken. Dus hun investeren een soort van, maar het is dan wel een eigen risico. Is hiermee uw vraag beantwoord? Nee. Geachte voorzitter, ik vroeg hoe jullie deze cateraars gaan aantrekken. Want wie gaat er nou voor hun eigen werk betalen? De heer Benjamins. De cateraars worden aangetrokken omdat ze winst willen maken. Is hiermee uw vraag beantwoord? Ja. Mevrouw van der Weijden. Geachte voorzitters, jullie hebben het over het verbeteren van het imago van Coevorden voor buitenstaanders. Maar jullie organiseren dus themaweek en activiteiten voor de inwoners. Dus hoe trek je dan mensen van buiten aan? Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, we willen het themaweek combineren met het Zuiderveld. Het Zuiderveld trekt elk jaar al, of elke 8 jaar is dat dus in elke gemeente. Volgend jaar wordt dat plaatsgevonden in Coevorden. Dit trekt elk jaar heel veel mensen. Ons themaweek willen we daar een soort van boost mee geven, waardoor mensen meer te weten komen over ons themaweek. En het verbetert het imago omdat de doelgroepen samenwerken. En door samenwerken krijgen mensen een positiever gevoel, want wij hebben een enquête ingevuld of uitgedeeld. Daar hebben wij ongeveer 60 antwoorden op gekregen. Uit die antwoorden is gebleken dat er veel werd gezegd dat Coevorden niet levendig genoeg was. En met deze themaweek willen wij dus Coevorden een beetje weer tot leven brengen. En door groepen samen te laten werken, breng je een positieve gevoel boven in mensen, waardoor zij ook weer meer gaan denken van ja, Coevorden, dat is een goede stad. Oké. Ik heb nog een vraag. Kunnen jullie ook een voorbeeld geven van zo'n themaweek of een activiteit? Want dat kan ik uit jullie raadsvoorstel niet opmaken. Gelieve via de voorzitter praten volgende keer, mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, ja dat kunnen wij zeker. Ons themaweek is dus voor elke doelgroep. Neem als voorbeeld, want de activiteiten worden bedacht, zoals ook in ons raadsvoorstel staat, door de ONO-leerlingen. Maar wij hebben natuurlijk zelf ook wel een beetje een voorbeeld bedacht van hoe het er ongeveer uit gaat zien. Neem als voorbeeld dus een mini-boerderijtje of voor de kinderen. Zeskamp voor de kinderen, zodat zij bijvoorbeeld gewoon gaan sporten, samenwerken met elkaar. Voor de ouderen willen wij een soort throwback party, dat zij ook een beetje denken van in het bejaardenhuis. Met een quiz over vroeger, zulke vragen. En er komt in het einde van de week komt er een soort feest, dus net zoals Schansenfestival, omdat dat goed heeft uitgepakt, dat voor iedereen beschikbaar is of toegankelijk. Is hierbij uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, oké. Ja, bedankt. De heer Frielink.
Geachte voorzitter, de partij zegt dat ze de themaweek willen financieren door middel van sponsoren van bedrijven en verenigingen. Mijn vraag is welke bedrijven en verenigingen zijn benaderd? Mevrouw Six Dijkstra. Kunt u die vraag nog even herhalen? Sorry, ik ben even vergeten. Welke bedrijven zijn er benaderd om de themaweek te sponsoren? Wij hadden, geachte voorzitter, wij hadden er over nagedacht om bijvoorbeeld, hoe zeg je dat, sport, ja, voetbalclub en zo. En die kunnen dan materialen leveren die wij dan kunnen gebruiken. Maar daar hebben we, om eerlijk te zijn, nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. Is hierbij uw vraag voldoende beantwoord? Ja, graag voorzitter. En dan had ik nog een vraag. Hoe, als de vereniging zo dat niet willen, hoe wil je het dan financieren? Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, zoals bij het tegenspeech bij mevrouw Klaas werd genoemd, Koevoorde, de gemeente Koevoorde is zelf ook al bezig met het imago van Koevoorde te verbeteren. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld en ons plan sluit daar goed bij aan. Is hierbij uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, ja. De heer Habers. Geachte voorzitter, in argument 5 staat dat de wijken met elkaar in contact komen door middel van competities. En deze competities strijden de wijken met elkaar. Is dit niet juist verslechterend voor het imago van Koevoorde? Mevrouw Visser. Nadat de wijken met elkaar in competitie zijn geweest, wordt er een prijs uitgereikt waarbij alle wijken bij elkaar komen en ze hierdoor met elkaar in contact raken. Is hierbij uw vraag beantwoord? Nee. Dus er wordt een prijs uitgereikt, geachte voorzitter, dus er wordt een prijs uitgereikt voor de beste wijk. Dus eigenlijk zeggen jullie, ja, jullie wijk is beter dan de andere wijken. Dat is toch juist verslechterend voor het imago? Mevrouw Brandt. Een wijk is niet één persoon, dus die wijken werken samen om samen de beste te worden. Zo werken zij samen met elkaar om dus die prijs te winnen. Geachte voorzitter, in jullie raadsvoorstel staat dat de wijken tegen elkaar strijden, dus niet samenwerken. Mevrouw Brandt. Ja, geachte voorzitter, dat snap ik. De wijken zelf werken tegen elkaar, maar de personen die in die wijken zitten werken samen met elkaar om dus met elkaar als wijk de beste te worden. Is hierbij uw vraag beantwoord? Nee, geachte voorzitter. Dus eigenlijk ontstaat er een blokvorming omdat jullie zeggen deze wijk krijgt heel veel contact met elkaar, die wijk krijgt heel veel contact met elkaar en vervolgens gaan ze tegen elkaar strijden om wie de beste is. Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, de wijken komen alsnog met elkaar in contact en werken alsnog samen. Ik vind dat de partij deze vraag goed heeft beantwoord. Geachte voorzitter, oké, dank u wel. Mevrouw Westerhof. Geachte voorzitter, Zuiderveld is maar één keer in de 4 jaar, dus wat zijn jullie van plan de andere jaren met de themaweek te doen? Mevrouw Six Dijkstra. Ten eerste is het 1 keer in de 8 jaar, maar als u het plan even heeft gelezen, staat erin dat we het voortrekken. Zuiderveld is het begin. Dank u wel. Gelieve via de voorzitter praten. Geachte voorzitter, wat zijn de andere thema's die jullie willen gaan doen in zo'n themaweek? Oh. Mevrouw Visser. Geachte voorzitter, de leerlingen van ONO die bedenken deze thema's en het project en daarbij ook de activiteiten. Is hierbij uw vraag voldoende beantwoord? Ja, geachte voorzitter, ja. Mevrouw van Ewijk. Geachte voorzitter, elk jaar wordt er een sloepenrace gehouden in Koevoorde. Deze race zorgt ervoor dat sportverenigingen, buurtverenigingen, etc. bijeenkomen. Waarom zou u dan nog een themaweek houden aangezien de sloepenrace hetzelfde doel heeft? Oh. Mevrouw Visser. Onze themaweek sluit aan
bij al bestaande feesten. In 2021 is dus, wordt Coevorden culturele gemeente en vindt het feest Zuiderveld dus plaats in Coevorden. De activiteiten worden in een nieuw jasje gestoken, zodat deze moderner worden. En wat uiteindelijk ervoor zal zorgen dat, dat het elke doelgroep zal aantrekken. En ja, dat was het. Is hierbij uw vraag voldoende beantwoord? Geachte voorzitter, nee. Want bij de sloepenrace worden ook alle mensen betrokken, jong en oud. En komen hierdoor bijeen en gaan samenwerken om te winnen. En u wilt ook activiteiten houden en ook met tegenstanders. Dus jullie willen ook graag winnen. Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, wij zijn van plan om dus te combineren met het Zuiderveld. Ik heb persoonlijk zelf nooit gehoord van de sloepenrace hier in Coevorden. En dus wat wij al eerder hebben benoemd, het Zuiderveld trekt veel mensen. Om daar ons themaweek te bij combineren, wordt ons themaweek ook erg bekend. Is hierbij uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, nee, want dit feest wordt toch niet elk jaar gehouden? Mevrouw Stikstijkstra. Geachte voorzitter, zoals wij net al hadden verteld, Zuiderveld wordt het begin. Dan wordt het bekend en gaan wij elk jaar een nieuw feest doen. En zoals mevrouw Klaas had gezegd, het bestaat al. Ja, het bestaat al, maar het wordt in een nieuw jasje gestoken. Want laten we hier eerlijk zijn, van die feesten die jullie allemaal opnoemen, hebben de niet-Coevorders nooit van gehoord. Bedankt. Heeft u nog een laatste vraag of reactie hierop? Komen jong en oud samen op die feesten dan? Mevrouw welke feesten bedoelt u nou dan? Pardon? Welke feesten bedoel... Oh, geachte voorzitter. Welke feesten bedoelt u nu dan? Jullie nemen aan dat elk jaar weer een nieuw feest wordt georganiseerd. Eerst het Zuiderveldfeest of zoiets. En dat is dan het begin. Maar daarna willen jullie daarmee doorgaan? Mevrouw Hogenberg. Elke derde jaar met HAVO en VWO wordt er een nieuwe themaweek verzonnen. Dus dit blijft elk jaar gewoon doorgaan na het Zuiderveld. Is dit punt niet voldoende behandeld? Pardon, is dit punt hierbij niet voldoende beantwoord? Nou, ik vind het prima zo. Mevrouw Schlepers. Geachte voorzitters, er wordt gezegd dat de derdejaars dit project zullen gaan verzorgen. Maar hoe kunnen derdejaars weten wat de meerderheid in Coevorden zal willen? Kun je dit niet beter overlaten aan evenementorganisaties? Mevrouw Hogenberg. ONO staat ook voor het onderzoeken en ontwerpen. De derdejaarsleerlingen zullen hier dus onderzoek naar doen. Is hierbij uw vraag beantwoord? Niet volledig. Geachte voorzitter, hoe kunnen ze rekening houden met alle leeftijdscategorieën hier in Coevorden? De heer Benjamins. Het punt met ONO is dat je ook onderzoek moet doen voor je iets gaat ontwerpen. Dus de leerlingen zullen onderzoek doen naar wat de inwoners van Coevorden willen. Is hierbij uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, niet helemaal. Hoe verwachten jullie dat de kinderen gemotiveerd genoeg zullen zijn om dit te gaan onderzoeken en volledig uit te werken? Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, het ONO-project is een onderdeel van een schoolvak. Meneer Engel en meneer Lugies hebben wij geïnformeerd over ons raadsvoorstel. Zij waren erg enthousiast. Nou, als ik zelf meneer Lugies en meneer Engel enthousiast zie, dan raak ik zelf ook enthousiast. Is hierbij uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, bijna. Toch vind ik dat leerlingen niet altijd gemotiveerd zullen zijn en al helemaal niet in een derde jaar. En dat je dit wellicht beter aan anderen zou kunnen overlaten. Nog een laatste reactie vanuit de partij, mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, ja dat klopt. Elk jaar zullen er wel leerlingen bij zitten die niet goed genoeg gemotiveerd zijn voor een bepaald schoolvak. Dat heb je bij elk vak. Maar toch is het wel zo dat als het een schoolproject is dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd. En als het een leuk idee is en
als ons eigen plan, stel ik ben een ONO-leerling en mijn plan wordt uitgevoerd, en ik wil mijn best daarvoor doen, zodat mijn plan wordt uitgevoerd, dan voel ik me erg vereerd en dan raak ik gemotiveerd. Nieuw punt graag. Mevrouw Van der Bos. Geachte voorzitter, hoe komen jullie erbij dat het negatieve beeld van Koevoorde een probleem is? Want dat staat namelijk in jullie inleiding aangegeven. Mevrouw Hogenberg. Zoals wij al eerder hebben gezegd, hebben wij een enquête uitgedeeld. En hieruit is gebleken dat heel veel mensen Koevoorde een negatief beeld vinden hebben. Is hierbij uw vraag beantwoord? Ja, maar ik had ook nog een andere vraag. Jullie zeggen dat het een goede samenhang geeft in de bevolking. Maar als er activiteiten komen voor jonge mensen, waarom? Als er activiteiten waar je veel moet bewegen, dan kunnen oude mensen dat toch niet doen? Want jullie zeggen bijvoorbeeld al zeskamp en zo, en dat kunnen oude mensen niet doen. Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, als u goed heeft geluisterd, hebben wij ook benoemd dat wij throwback parties bijvoorbeeld voor ouderen gaan organiseren. Dat is dus aan de ONO-leerlingen. Wij betrekken, en voor hun is het ook de opdracht dat hun elke doelgroep in Koevoorde hierbij betrekken. Dus ga dan uit van kleine kinderen, ouderen, maar ook zoals de mensen in de 30 en de 40. Is hierbij uw vraag voldoende beantwoord? Geachte voorzitter, nog niet helemaal. Want jullie noemen al voorbeelden van wat je wilt doen voor de ouderen en de kinderen. Alleen de ONO-leerlingen mogen dat verzinnen. Dus hoe willen jullie dat gaan sturen? Mevrouw Brands. Geachte voorzitter, kunt u de vraag nog een keertje herhalen? Geachte voorzitter, jullie noemen al voorbeelden voor ouderen en voor kinderen van wat zij kunnen gaan doen. Maar ONO-leerlingen mogen het gaan verzinnen. Hoe willen jullie dit gaan sturen? Mevrouw Six Dijkstra. Je moet sowieso, geachte voorzitter, je moet sowieso een voorbeeld hebben. Die kinderen gaan hun eigen creatieve ideeën natuurlijk doen. Maar hun moeten wel een standpunt, of tenminste voorbeelden hebben voor wat ze kunnen doen. Bedankt. Heeft u nog een vraag hierop? Geachte voorzitter, nee. Mevrouw Herms. Geachte voorzitter, één ONO-project duurt meestal één periode. Hoe kunnen de leerlingen voor alle leeftijdsgroepen een evenement of iets organiseren en goed uitwerken? Mevrouw Visser. Geachte voorzitter, het is niet het idee om een compleet activiteit te organiseren, maar ze moeten het alleen bedenken. Is hierbij uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, nee. De mensen die hier achter dit allemaal uitwerken, worden die hierbij ook nog betaald? Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, ik begrijp de vraag niet helemaal. Kan je de vraag opnieuw formuleren? Geachte voorzitter, de mensen die dit plan uiteindelijk verder moeten uitwerken, worden die hiervoor ook betaald? Mevrouw Brands. Geachte voorzitter, wij combineren het ons themaweek dus met het Zuiderveld. Achter Zuiderveld zit een grote organisatie, die gaan ons helpen met ons themaweek. Is hierbij uw vraag beantwoord? Nee, geachte voorzitter. Want zoals de partij net heeft gezegd, zeggen ze dat Zuiderveld de start is van dit idee. Hoe gaat het dan met de andere jaren? Mevrouw Six Dijkstra. Wij hebben met de Katerberg was dat toch? Met een mevrouw gepraat van de cultuur, dingen en zo. Maar, geachte voorzitter trouwens. Maar zij vond het sowieso al een heel goed idee. En ze had zelf gezegd, ook al wil de school het niet, jullie mogen het zelf al vooruit schuiven. Mevrouw Brandt, heeft u een toelichting erbij? Geachte voorzitter, ja.
wij kunnen ook samen, dat is gezegd door een gesprek met een mevrouw, dat wij ook in de jongerencommissie kunnen om deze themaweek te organiseren. Is hierbij uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, ja. Mevrouw Westerhof. Geachte voorzitter, jullie idee is om het imago van Coevorden te verbeteren. Waarom zou de nieuwe vesten dan een positieve aanzien krijgen als ze alleen de ideeën verzinnen? Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, dit themaweek trekt veel mensen. Doordat het wordt gepromoot, want zeg maar, de ONO-leerlingen bedenken het, dus kunnen wij de krant benaderen, eventueel. En dan, dan wordt er dus ook bij benoemd dat het de leerlingen zijn van de nieuwe vesten die dit hebben bedacht. Is hierbij uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, ja. Mevrouw Schottert. Geachte voorzitter, zoals eerder genoemd door de partij willen jullie waarschijnlijk een kinderboerderij gaan maken. Maar wat heeft dit te maken met de start van de culturele gemeente? Mevrouw Visser. Geachte voorzitter, het maken van een kinderboerderij was slechts een voorbeeld. Is hierbij uw vraag beantwoord? Nee, geachte voorzitter. Hoe gaan de kinderen van ONO dit dan begrijpen als dit een voorbeeld was, maar dit niet te maken heeft met de start van de culturele gemeente? Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, ons themaweek heeft niet alleen te maken met de culturele gemeente, dat is slechts een onderdeel. De ONO-leerlingen krijgen zo'n indicatie van hoe een themaweek eruit kan gaan zien. Is hierbij uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, ja. Mevrouw Klaassen. Geachte voorzitter, wat wordt er daadwerkelijk bedoeld met het themaweek? Mevrouw Hogenberg. Wij bedoelen hierbij met een themaweek dat er een week lang verschillende activiteiten zullen plaatsvinden voor elke doelgroep. Dat wordt geëindigd met een groot feest die ook voor elke doelgroep geschikt is. Geachte voorzitter, wat wordt er gedaan tijdens een themaweek? Mevrouw Visser. Geachte voorzitter, dat wordt dus bedacht door de leerlingen van ONO. Geachte voorzitter, waarom derdejaars en niet jullie zelf? Mevrouw Stikstijkstra. Wij hebben onderzocht. Tweede klassers kunnen het. Oh, geachte voorzitter, sorry. De tweede klassers kunnen het niet aan. Derde klassers wel, want die snappen al heel veel hiervan. En vierde, vijfde en zesde klassers zijn gewoon veel te druk. En die moeten een masterproef, maar ook gewoon andere hele belangrijke projecten doen. Dus dit is gewoon de ideale leeftijdsgroep. Geachte voorzitter, willen derdejaars het wel? En is het nou daadwerkelijk zo belangrijk? Mevrouw Visser. Geachte voorzitter, als je een ONO-project hebt, hebben sowieso de leerlingen geen instemming op of zij het nou willen of niet. Is hierbij uw vraag voldoende beantwoord? Nee, nog niet. Ik heb nog een vraag. Kan je niet beter feestdagen en andere evenementen, zoals Gansmarkt, organiseren dan alleen een themaweek? En niet meerdere feestdagen en evenementen over het hele jaar? Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, deze vraag begrijp ik echt niet. Geachte voorzitter, het zit zo. Jullie willen een themaweek doen en dat gaat over het hele jaar. Maar is het niet handiger om meerdere evenementen en activiteiten over het hele jaar te doen in plaats van alleen één themaweek? Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, mevrouw Klaas, ik heb het idee dat u ons idee niet helemaal begrijpt. U heeft zelf in de tegenspeech gezegd dat er al genoeg feesten zijn en dat ons idee niet zal gaan werken. Dus waarom zou u dan nu zeggen dat we het los moeten koppelen? Geachte voorzitter, ik ben inderdaad mee eens wat ik heb gezegd. Er zijn meerdere activiteiten waardoor dit themaweek geen effect zal hebben. Maar ook al zouden jullie meerdere activiteiten willen doen, dan zou het beter zijn om meerdere activiteiten in een jaar te doen. Dan alleen één themaweek. Oké, nog een laatste reactie uit de partij, mevrouw Visser. Het was niet het idee om de overige activiteiten gewoon daarbij af te sluiten. Ons themaweek zou de activiteiten in een nieuw jasje gaan steken. Laatste reactie.
Geachte voorzitter, ik heb nog één vraag. In jullie argument staat dat jullie het zo duurzaam mogelijk maken. Maar en hoe, op welke manier? Mevrouw Hogenberg. Zoals er ook al in ons raadsvoorstel staat, worden de manieren waarop het duurzaam gedaan kan worden ook bedacht door de ONO-leerlingen. Geachte voorzitter, hiermee is mijn vraag niet beantwoord. Hoe wordt het duurzaam gemaakt? De heer Benjamins. Geachte voorzitter, dat mogen de ONO-leerlingen bedenken, dus dat kunnen wij nu nog niet weten. De vraag is nu voldoende beantwoord. Geachte voorzitter, ja. Mevrouw Schlepers. Geachte voorzitter, zoals eerder genoemd zijn er al meerdere evenementen in Coevorden. Echter blijkt uit jullie enquête dat ze Coevorden nog steeds niet levendig genoeg vinden. Hoe willen jullie dan zorgen voor dat jullie ene evenement, één keer in het jaar, het wel levendig gaat maken? Hebben jullie daar überhaupt onderzoek naar gedaan? En wat is jullie plan van aanpak? Mevrouw Visser. Geachte voorzitter, onze eerste themaweek zal plaatsvinden in combinatie met het Zuiderveld, waardoor ons themaweek een enorme boost krijgt en mensen meer het idee krijgen wat ons themaweek daadwerkelijk inhoudt, waardoor het ook populairder wordt. Is hierbij uw vraag beantwoord? Niet volledig. Dit is een aanname dat dit zal gaan gebeuren. Maar jullie hebben dus niet concrete feiten dat dit zal gaan gebeuren. Mevrouw Sikstijkstra. Geachte voorzitter, volgens mij kan dat ook helemaal niet. Is hierbij uw vraag beantwoord of heeft mevrouw Brand nog een toelichting? Geachte voorzitter, ja, ik heb een toelichting. Wij hebben gesproken met Roelie Lubbers. Zij organiseert en ontwerpt de weken voor bijvoorbeeld, of doet met, heeft te maken met het Zuiderveld. En wij hebben ook met haar gesproken. Zij vond dat het een goed idee was. Zij is er dus ook mee gekomen. En met het feit dat wij dus hiermee een goede start mee gaan maken. Is hierbij uw vraag beantwoord? Mijn vraag is beantwoord. Echter vind ik het nog steeds vreemd dat dit evenement zal veroorzaken dat het imago van Coevorden verbeterd wordt en alle andere evenementen niet. Wie kan ik uitnodigen vanuit de zaal? De heer Habers. Geachte voorzitter, jullie partij spreekt over een negatief imago over Coevorden. Wat is precies dit negatieve imago? Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, uit onze enquête blijkt dus dat het een negatief beeld van Coevorden is. Veel mensen zeiden dat Coevorden niet levendig genoeg is en dat er veel meer dingen moesten plaatsvinden, veel meer activiteiten, zodat Coevorden levendiger werd. Is hierbij uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, ja, dank u wel. De heer Meppeling. Geachte voorzitter, ik heb een korte vraag over de keuze van de derde klas. Jullie hebben vermeld dat jullie onderzoek hebben gedaan over de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde klas. En dat de derde klas daar ideaal uit gebleken is. Hoe hebben jullie dat onderzocht en hoe hebben jullie dat gedaan? De heer Benjamins. Geachte voorzitter, wij hebben met meneer Engel en meneer Lugies gepraat. En die vonden allebei dat de derde klas een prima leeftijdsgroep was om deze evenementen te organiseren. Zijn de argumenten van docenten sterk genoeg om leerlingen, een beperkt aantal leerlingen, maar niet iedereen in de derde klas heeft ONO, om 7 dagen lang een heel themaweek te bedenken? Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, de ONO-leerlingen bedenken dit niet in 7 dagen, dit is in 1 hele periode of meerdere. Dat is aan meneer Engel en Lugies. Geachte voorzitter, mijn vraag was, het is in 1 periode inderdaad, wat ik zeg, dat is al een korte tijd, je hebt een beperkt aantal leerlingen, hebben deze leerlingen dan wel genoeg tijd en genoeg kennis om een hele themaweek te bedenken, want een themaweek is 7 dagen. De heer Benjamins. Geachte voorzitter, met ONO is het zo dat je groepjes maakt. Alle groepjes maken dus meerdere ideeën die ook gecombineerd kunnen worden. Dus uiteindelijk krijg je een heleboel ideeën waar je dan gewoon een paar ideeën uit kunt halen voor die week. Is hierbij uw vraag voldoende beantwoord? Ik neem er genoegen mee. Wie kan ik uitnodigen vanuit de zaal?
Mevrouw Meij. Geachte voorzitter, jullie zeggen dat jullie een enquête hebben afgegeven bij een onderzoek hebben gedaan naar welke leeftijdsgroep dat zij een negatief beeld hebben. Maar welke leeftijdsgroep is dat eigenlijk? Mevrouw Sikstijkstra. Wij hebben een enquête gedaan en daar konden ze dan doen van 12 tot 18 en 18 plus en 60 plus en zo. En echt, het was bijna 25% van alles. Dus we kunnen ervan uitgaan dat het een eerlijk antwoord is. Is hierbij uw vraag beantwoord? Ja. Wie kan ik uitnodigen vanuit de zaal? De heer Verheijen. Het themaweek wordt bekendgemaakt op het Zuiderveld, zeiden jullie. Maar veel mensen die niet in Coevorden wonen, die weten nog niet van het Zuiderveld af. Hoe ga je dan het imago daarvan verbeteren? Ga liever via de voorzitter praten, mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, juist veel mensen weten van het Zuiderveld af. Dit is bekend in 8 gemeentes. Dus ja, het Zuiderveld is heel erg bekend en wat u zegt klopt niet. Geachte voorzitter, maar 8 gemeentes kennen ervan, maar er zijn heel veel gemeentes in Nederland. En die weten dan niet van het Zuiderveld af. Mevrouw Sikstijkstra. Het gaat hier, geachte voorzitter, het gaat vooral om de gemeente Coevorden en de steden eromheen. En hun weten allemaal wel van het Zuiderveld. Is hiermee uw vraag voldoende beantwoord? Ik denk het. Mevrouw Schottert. Geachte voorzitter, op het vorige argument heb ik een aanvulling. Wij hebben 2 voorzitters in onze partij zitten en die weten niet van het Zuiderveld af. Dus hoe hebben jullie onderzocht dat iedereen in de gemeente Coevorden van dit Zuiderveld af weet? Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, ja, het kan kloppen dat niet iedereen van het Zuiderveld af weet, maar wel een hele grote doelgroep weet dat het Zuiderveld bestaat en om de 8 jaar plaatsvindt. Zo is het dus 8 jaar geleden ergens een keer in Schonebeek geweest en dit jaar vindt het ook in Schonebeek plaats, volgend jaar in Coevorden en daaromheen worden ook grote feesten georganiseerd en het is erg bekend. Dus ja, het kan kloppen dat niet iedereen van af weet, maar alsnog een hele grote doelgroep. Is hierbij uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, ja. Wie kan ik uitnodigen uit de zaal voor het laatste punt? Mevrouw Hiemstra. Geachte voorzitter, jullie willen ONO-leerlingen de thema's laten bedenken. Maar wat leren deze leerlingen hiervan? Mevrouw Brandt. De ONO-leerlingen leren om rekening mee te houden met elke doelgroep en hoe zij het beste hun activiteit kunnen organiseren. Zij hebben natuurlijk zelf, of we ontwerpen, zij hebben natuurlijk zelf ook een idee van wat zij heel erg leuk vinden. Dus daarmee trekken we hun doelgroep al aan. En zij leren dus om rekening mee te houden met elke doelgroep. Daarbij komt ook kijken dat zij het duurzaam moeten organiseren, zoals ook in een van onze voorargumenten staat. Daar houden zij ook rekening mee, want dat is tegenwoordig erg belangrijk. Is hierbij uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, ja, duidelijk. Hierbij sluit ik het debat. Wie mag ik uitnodigen voor een slotspeech? Mevrouw Brandt. Geachte voorzitters, Geachte voorzitters, raadsleden en medeaanwezigen. Ons idee is dus om een themaweek te organiseren in Coevorden, om het imago van Coevorden te verbeteren. Dit wordt gecombineerd met het Zuiderveld. Dit zal ons themaweek een extra boost geven, waardoor het veel bekentenis met zich meebrengt. Wij hebben dus veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat Coevordenaren en de inwoners daaromheen Coevorden een erg negatief beeld, dat zij Coevorden erg een negatief beeld vinden hebben. Wij willen door ons themaweek dit verbeteren door elke doelgroep aan te trekken, zoals van jong tot oud. Deze werken samen, dat brengt saamhorigheid met zich mee. En wij bedoelen dus met het Zuiderveld het aankomende jaar
dat willen wij dus graag. Daarna wordt de lijn doorgetrokken, waardoor het blijft bestaan en niet om de 8 jaar. Cateraars kunnen hier ook bij helpen. Zij kunnen daar bijvoorbeeld winst bij met zich meebrengen door hun eigen kraampje. Doordat het Zuiderveld dus ook erg bekend is, komen de cateraars daar. Zij kunnen zich daarvoor inzetten. Het is natuurlijk op eigen risico, maar zo worden zij ook een beetje bekend. Ook wordt het georganiseerd door middel van sponsoren. De gemeente wil hun steentje bijdragen. En wij zijn dus van mening dat ons steenweek Koevoorde levendig gemaakt. En dat is dus het eind van het. Maar dat is dus niet het eind, maar het begint. Dank u wel. Dan gaan we nu over tot de stemming. En kan iedereen blijven zitten tot de stemming bekend is? Oké, uitslag van de stemming. Het voorstel is niet aangenomen met 10 stemmen tegen, 10 stemmen voor, 13 tegen en 14 in onthouding. Geachte voorzitter, mogen wij de stemmen opvragen, dus inzien? Ja, dat kan. Er volgt nu 15 minuten pauze. Stilte in de zaal. We gaan verder met het volgende voorstel. Wie mag ik uitnodigen voor de openingsspeech? De heer Habbers. Geachte voorzitters, mederaadsleden en overige aanwezigen. Stel je voor, je zit op de basisschool. Er zitten zo'n 5 kinderen bij je in de klas. En de school is zo klein dat hij in de nabije toekomst zal moeten sluiten. Ook gaat de stap naar de middelbare school heel groot zijn, omdat je dan opeens op een veel grotere school komt en veel meer kinderen bij je in de klas hebt. Dit willen wij voorkomen door scholen uit de gemeente Koevoorde samen te voegen. Het idee betreft de scholen OBS de Stiederschool in Daleveen, OBS de Markenschool in Wachtum en OBS de BWB-school in Dalen. Als de ontzettend kleine scholen zo blijven krimpen, zullen deze scholen uiteindelijk moeten sluiten. Kleine scholen openhouden kost veel geld. Denk bijvoorbeeld aan de onderhoud van de scholen en de elektriciteit. Kleine scholen zijn niet goed voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Want de kinderen krijgen niet de kans om te leren omgaan met een drukke omgeving. Ze zitten in veel te kleine klassen. In het leven na de basisschool krijgen de kinderen te maken met grote groepen en veel minder persoonlijke aandacht. Als kinderen niet al op jonge leeftijd met deze zaken om leren gaan, wordt het op latere leeftijd steeds moeilijker voor deze kinderen. Daarnaast zijn er op kleine scholen vaak groepen waarin de leerjaren gecombineerd zijn. Soms zitten er wel 3 leerjaren in 1 klas. Door scholen samen te voegen, komen kinderen in een gewone klas. Dit bevordert dus het onderwijs omdat de leerkracht zich alleen hoeft te focussen op de lesstof van 1 leerjaar. Het concept is cruciaal omdat het basisonderwijs de basis van de toekomst is. Wij zijn Partij voor Onderwijs en wij staan voor samen onderwijs voor iedereen. Dank u wel. Wie mag ik uitnodigen voor een speech voor of tegen het voorstel? Mevrouw Groen-Charen. Geachte voorzitter, raadsleden en overige aanwezigen. Wij, Vrij Koevoorde, zijn voorstander van het voorstel van de Partij voor Onderwijs. Ons partij staat voor een deel ook voor het onderwijs. Met name de lesprogramma die wij op scholen willen laten uitvoeren. Wij vinden het idee om krimpende basisscholen samen te voegen uitstekend. Omdat dit veel voordelen met zich meebrengt. Ook kunnen wij als partijen samenwerken om het voorstel de werkelijkheid te brengen. In de werkelijkheid. Ten eerste is de partij ook al bezig met verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De scholen met elkaar te combineren krijg je verschillende leraren met verschillende kennis, waardoor je de kwaliteit van de lesstoffen in de klas erg verbetert. Daarnaast zal dit het probleem oplossen van lerarentekort. Doordat je nu 3 scholen met elkaar hebt samengesteld, is er geen probleem met het lerarentekort. Zo heb je namelijk minder leraren nodig voor 1 school dan voor 3 scholen. Ten tweede kan dit een oplossing zijn voor woningentekort. Doordat je er maar 1 schoolgebouw nodig hebt, kun je de leegstaande gebouwen een maatschappelijke functie geven. Zo is er bijvoorbeeld genoeg ruimte om nieuwe woningen te vestigen. Verder wordt de overstap van de kinderen op de basisschool naar de middelbare school een stuk gemakkelijker gemaakt.
De klassen op de middelbare scholen bestaan vaak uit veel leerlingen, waardoor je grotere klassen krijgt. Door de klassen van de basisscholen samen te voegen, krijg je een grotere klas waar kinderen zich alvast aan kunnen wennen en kunnen ze gemakkelijk naar een middelbare school overstappen. Ook is dit goed voor hun ontwikkeling, want door de kinderen hun nieuwe leeftijdsgenoten leren kennen, is het erg goed voor hun sociale omgang. Ten slotte zullen kosten worden bespaard, omdat de kleine scholen niet alpas gesubsidieerd hoeft te worden. Ja. De voorstel van de Partij voor Onderwijs levert veel voordelen op. De kwaliteit van onderwijs wordt verbeterd en dus hebben we geen problemen met het lerarentekort. Lege gebouwen kunnen voor maatschappelijke functie worden gebruikt en zullen er veel kosten worden bespaard. Dus wij, Partij Vrije Koevoorde, willen graag de samenwerking aangaan omdat wij als rechterpartijen een gezamenlijke doel hebben om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dank u wel. Er zijn geen textuele wijzigingen ingediend. We gaan door naar het open debat. Wie mag ik naar voren roepen voor het eerste debatpunt? Mevrouw Klaassen. Geachte voorzitter, hoeveel leerlingen komen er in één klas wanneer jullie 60 leerlingen op een basisschool waar al 400 leerlingen zitten samenkomen? Hoeveel leerlingen in één klas? De heer Habers. Geachte voorzitter, op de BBB-school zitten geen 400 leerlingen, maar 296. Geachte voorzitter, ik vind mij dat mijn vraag nog steeds niet is beantwoord. Wie wil hierop reageren? Mevrouw van Ewijk. Per klas komen er ongeveer maar 4 leerlingen bij. Dit houdt niet in dat het een heel groot aantal wordt, dus dit heeft niet heel veel verschil in de groepen met leerlingen. Geachte voorzitter, in jullie raadsvoorstel zeggen jullie dat jullie ongeveer 30 leerlingen al in de klas hebben. Als er 4 leerlingen erbij komen, heeft de docent dus minder aandacht om te verdelen over de andere leerlingen. Hierdoor kunnen leerlingen minder goed presteren omdat ze minder aandacht krijgen. Mag ik u vragen wat uw vraag is? Mijn vraag is, wordt de aandacht goed verdeeld? Mevrouw van der Weijden? De huidige klassen op de WBB-school zijn nu deels samengevoegde klassen. Zodra er dus meerdere leerlingen bij komen, zouden die klassen eventueel weer apart kunnen komen. Dan zijn de leerlingenaantallen sowieso weer normaal. Bovendien heb je extra docenten die dus van die 2 andere scholen samenkomen nu op die BBB-school. Dus die kunnen gewoon verdeeld worden over het aantal leerlingen. Dus ik zie het probleem niet. Geachte voorzitter, ik heb nog een vraag. Niet alle jonge kinderen wonen in Dalenveen of in Wachtum of in Dalen. Sommige kinderen wonen verder weg en gaan juist naar die scholen om daar onderwijs te volgen. Als deze scholen naar Dalen gaan, moeten jonge kinderen erg ver fietsen. Hebben jullie hierover nagedacht? Is hierover nagedacht? Mevrouw Berends? Ja, hier is over nagedacht. Het moet allemaal binnen een straal van 6 kilometer. De afstand tussen Dalen en Wachtum is 3 kilometer en de afstand tussen Dalen en Dalenveen is 4,4 kilometer. Geachte voorzitter, maar stel, er zitten kinderen in een verder gebied dan Wachtum of dan Dalenveen en die wonen daar in het gebied waardoor ze naar die scholen gaan. De scholen worden verplaatst naar Dalen. Dan zitten die kinderen die eigenlijk verder weg wonen niet in die straal, maar gaan alsnog wel naar Wachtum zo. Dan moeten ze nog verder fietsen of rijden. En dat is vaak op afgelegen wegen. In de wind is er sneeuw, waardoor het glad is, dus gevaarlijk. En al zouden de ouders het heen brengen. Sommige ouders hebben geen tijd of geen auto. En al zouden ze wel een auto hebben, zo wordt er wel CO2-uitstoot. Wie wil hierop reageren? De heer Habers. Dalenveen, die ligt 4,4 kilometer van Dalen af. Dat betekent dat je nog steeds een speling hebt van 1,6 kilometer. En als de mensen in die straal dus wonen, dan is het nog steeds, volgens de wet, mag het dus. En bij Wachtum heb je nog een speling van 3 kilometer. En daarbij zegt u dat het gevaarlijk is in de winter. Maar elke weg in de winter is gevaarlijk. Dus niet per se een grote weg is minder gevaarlijk. Geachte voorzitter, nu moeten ze gewoon een klein stukje fietsen, waardoor het minder gevaarlijk is als er bijvoorbeeld sneeuw ligt. Maar nu moeten ze, omdat alles naar Dalen gaat, sneller, langer fietsen. Waardoor het wel gevaarlijker wordt als er al veel auto's rijden, omdat die hun kinderen daar naartoe moeten brengen. De auto's rijden dus te hard. Het zijn afgelegen wegen. En ja, alsnog, we zitten met het winterprobleem. Mevrouw van Ewijk. Ten eerste, wie zegt dat de kinderen op de fiets gaan? Want veel kinderen die op een basisschool zitten worden gebracht door de ouders voor veiligheid en plezier.
achtervoorzitter. Maar als ze worden gebracht met de auto en dus niet met de fiets, dan stoten we toch ook meer CO2 uit? Wie wil hierop reageren? Mevrouw van der Weijden. Je moet nagaan dat je dus 3 scholen nu in 1 gebouw hebt. Dat betekent dus ook 3 keer een verwarming, aansluiting, elektriciteit. Wat dus ook uitstoot in 1. Dus dan kun je je afvragen of je daar dan niet op bespaart. En dus is die CO2 van de auto, die kun je, hoe zeg je dat? Het is bijzaak. Gelieve via de voorzitter te spreken. Geachte voorzitter, ik heb nog een vraag. Jullie zeggen dat jullie voor het samenvoegen een krimpende basisscholen zijn, maar hebben jullie wel nagedacht over het plan van krimpende dorpen en de leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid binnen deze dorpen? Als je de scholen weghaalt in deze dorpen, dan maak je het vestigingsklimaat minder aantrekkelijk voor met name jonggezinnen. Deze gezinnen zullen niet snel met hun kinderen in een dorp gaan wonen of blijven omdat er geen school is. Of nabijgelegen. De heer Habers. Zoals in ons raadsvoorstel vermeld, krijgen de scholen een nieuwe maatschappelijke functie, waardoor daar de kern ligt en dat dus jonggezinnen aan zou kunnen trekken. En daarbij zit er ook een sportpark in Daleveen, waardoor daar ook jonggezinnen naartoe komen. Geachte voorzitter, hierbij zijn mijn vragen beantwoord. Wie mag ik naar voren roepen? De heer Van Soest. Geachte voorzitter. In het raadsstel wordt uitgelegd hoe de 3 scholen samen moeten worden gevoegd in 1 school. Wij hebben hier onderzoek naar gedaan en het blijkt dat op de BBB-school geen ruimte is voor samenvoeging. Hoe hadden jullie dit in gedachten? Hoe had de partij dit in gedachten? Mevrouw van der Weijden. Wat zijn jullie bronnen? Geachte voorzitter, onze bron is een medewerker van de BBB-school. Is er bijval vanuit de zaal? Mevrouw van Ewijk. Op de BBB-school krimpt ook. Hierdoor is er meer ruimte voor de leerlingen die erbij op willen komen. Dus daarom zijn de klassen weer goed gevuld. En kan het lesprogramma gewoon doorgaan. Is uw vraag hiermee voldoende beantwoord? Dan heb ik nog een vraag. Als de scholen worden samengevoegd tot 1 school in Dalen, dan houdt dat in dat de kinderen langer naar school moeten fietsen. Tussen Daleveen en Dalen ligt geen veilige fietsroute, wat een gevaar kan zijn voor kinderen. Hoe lossen jullie dit op? Hoe wordt dit opgelost? De heer Habers. Waaruit blijkt dat de weg van Daleveen naar Dalen niet veilig is? Er ligt geen veilige fietsroute voor kinderen. En gewoon geen veilige fietsroute. Er is bijstand voor de eerder gestelde vraag. Worden de kosten wel zodanig beperkt dat het samenvoegen van de basisscholen überhaupt wel nut heeft? Want de basisscholen hebben namelijk een minimaal bruto vloeroppervlak van 3,5 vierkante meter per leerling nodig. Waardoor de lokalen uitgebreid zouden moeten worden, wat ook veel geld kost. Wie uit de partij wil hierop reageren? De heer Habers. Geachte voorzitter, in het verleden zaten er 600 tot 800 leerlingen op de BBB-school. Dus is wel degelijk ruimte voor uitbreiding. Is dit voldoende? Geachte voorzitter, hoeveel leerlingen zouden erbij komen als de basisscholen samen worden gevoegd? Geachte voorzitter, op beide scholen zitten rond de 30 leerlingen, dus in totaal 60. Beantwoordt dit uw vraag? Ja, hiermee is mijn vraag beantwoord. De heer Soest, heeft u nog een vraag? Geachte voorzitter, ik heb geen vraag meer. Wie mag ik naar voren roepen voor het volgende punt? Mevrouw Schottert. Geachte voorzitter, hoe wordt ervoor gezorgd dat ouders die een baan hebben, waardoor ze 's ochtends hun kinderen niet naar school kunnen brengen, deze kinderen wel naar school kunnen brengen als er geen kinderopvang dichtbij ligt? Hoe brengen ouders hun kinderen naar school? Mevrouw van Ewijk. Voordat de kinderen in Dalen op school zaten, gingen de ouders sowieso al de kinderen naar school brengen met de auto of de fiets. Dus wat is het probleem als het nou een kilometer verder is? Is uw vraag hier voldoende bij beantwoord? Geachte voorzitter, nee. Stel je woont in Wachtum, dan is de afstand toch geen kilometer naar Dalen. Hoe gaan de ouders voor
de kinderen zorgen dat ze naar school kunnen als ze bijvoorbeeld 4 jaar zijn? Want ik ga ervan uit dat deze kinderen niet zelf naar school mogen fietsen. Hoe gaan deze ouders ervoor zorgen dat de kinderen naar school kunnen als de ouders er geen tijd voor hebben door hun werk? Aardige toelichting, de heer Habers. Ik en mevrouw Jalfink zijn geweest naar de Stidalschool in Daleveen. De meeste kinderen op de Stidalschool worden gebracht door een opa en oma die er wel tijd voor over hebben. Is uw vraag hier voldoende mee beantwoord? Geachte voorzitter, ja, dank u wel. Wie mag ik naar voren roepen? De heer Lippelt. Geachte voorzitter, in het plan staat dat de kwaliteit van het onderwijs vooruit gaat. Maar als je leerlingen van kleinere scholen, waar ze dus veel aandacht krijgen, naar grotere klassen zet, dan krijgen ze juist minder aandacht en gaat de kwaliteit van het onderwijs toch juist achteruit. Gaat de kwaliteit achteruit, mevrouw Jalfink? Doordat er nu meer leraren beschikbaar zijn en de leerlingen nu per groep in een klas zitten en niet meer zoals in Wachtum en Daleveen per 5, 6, 7, 8, kunnen leraren zich focussen op onderwijs voor 1 groep. De heer Habers. Geachte voorzitter, daarbij komt ook nog dat doordat de scholen onder de gemeente opheffingsnorm zitten, ze minder geld krijgen. En als ze op de BUB-school zitten, krijgen ze weer het volledige geld, waardoor dat kan geïnvesteerd worden in het onderwijs, waardoor ook de kwaliteit verbetert. Is uw vraag hiermee beantwoord? Ja. Mevrouw Westerhof. Geachte voorzitter, zijn de ouders geïnformeerd? Zijn de ouders geïnformeerd? Zoals in ons raadsvoorstel gemeld, is er een enquête langs geweest bij de Stilschool. Dus ja, ze zijn geïnformeerd. Geachte voorzitter, zijn de ouders hier wel mee eens? Want ouders kunnen ook bewust kiezen voor een kleinere school, zodat hun kind meer persoonlijke aandacht krijgt dan op zo'n grote school. Zijn de ouders het ermee eens? Mevrouw van der Weijden? Ja. Want je haalt misschien wel de kern weg, bovendien, maar we geven ze iets ervoor terug, die maatschappelijke functie. En het is voor de ouders de afweging of ik laat mijn kind zitten op een school die wellicht over een aantal jaar zal moeten sluiten vanwege die gemeentelijke opheffingsnorm. Of ik breng mijn kind verder naar een school waar die sowieso kan blijven, waar het onderwijs beter is omdat er meer in geïnvesteerd kan worden en waar iedere groep apart zit. De heer Habers. Een voorbeeld hiervan, geachte voorzitter, een voorbeeld hiervan is dat onlangs in de Krim de school is gesloten omdat ze onder de landelijke opheffingsnorm zaten. Dus al die kinderen die moeten nu apart op zoek naar een school en nu kunnen ze nog samen met hun vriendjes naar een nieuwe school. Is uw vraag hier voldoende mee beantwoord? Geachte voorzitter, ja. Mevrouw van der Bos. Geachte voorzitter. In jullie inleiding staat dat jullie denken aan huisvesting of een gezamenlijke moestuin te maken op de plekken waar de scholen worden weggehaald. Is hier überhaupt wel behoefte aan? Is hier behoefte aan, mevrouw van der Weijden? Ja, hier is behoefte aan, want er is dus behoefte aan een kern van een dorp. Dat hoeft niet per se een school te zijn. Dus als jij dan kijk naar bijvoorbeeld een moestuin of dus huisvesting waar je dus jongeren die normaal gesproken weg zouden trekken of juist ouderen die naar een huis op zoek zijn maar die niet kunnen vinden kan behouden door die nieuwe functie, hou je dus alsnog die kern waar wel behoefte naar is. Dus er is behoefte. Nou. Gelieve via de voorzitter te spreken, is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, nee. Is dit onderzocht of hebben jullie dit gewoon zelf bedacht? Is het onderzocht, de heer Habers? Uit onze enquêtes blijkt dat de ouders van de basisschoolkinderen toe zijn aan een kern in de dorpen. Dus het is daadwerkelijk wel onderzocht. Is dit antwoord voldoende? Geachte voorzitter, nee. Jullie enquête staat, even kijken. Nou, bij de bronnen. Alleen, niemand kan die resultaten checken. Niemand weet wat er in die enquête gevraagd wordt. Er staat niet eens een linkje. Er staat alleen enquête. Dus hoe willen jullie dat bewijs gegarandeerd laten gelden? De heer Habers. Geachte voorzitter, als u graag de resultaten van de enquête wil, kan ik ze aan u geven.
Is dat voldoende? Ja, ik zou ze graag willen zien. Wie mag ik dan naar voren roepen voor het volgende punt? De heer Meijer. Geachte voorzitter, in het raadsvoorstel staat dat de directie wordt samengevoegd bij, als de scholen worden samengevoegd, wordt de directie ook samengevoegd. De directie kan toch niet zoveel mensen hebben die daar kunnen werken. Dus raken er andere mensen van de directie dan nog werkloos? Worden er mensen werkloos, mevrouw Koop? De directeur van de BBB-school is ook de directeur van de andere twee scholen, dus dan heb je nog steeds dezelfde directie. Beantwoordt dit uw vraag? Geachte voorzitter, nee, het gaat mij er meer om over de andere scholen waar nu een directie is. Wie wil hierop reageren, mevrouw van der Weijden? Er is geen andere directie op de scholen, het heeft allemaal één directrice. Is het zo duidelijk? Geachte voorzitter, nee. Mijn vraag was, raken die mensen werkloos? De heer Habers. Geachte voorzitter, er is dus één directrice, dus die heeft nog steeds haar baan. Daarnaast vallen de leraren onder Stichting Arcade, dus die krijgen een nieuwe baan op een andere school. En dit helpt ook voor het lerarentekort, want dan hebben andere scholen die een lerarentekort hebben, krijgen dus er weer leraren bij. Is uw vraag zo beantwoord? Geachte voorzitter, ja, ik heb nog een andere vraag. Zijn de leraren het mee eens dat ze dus over een tijd, al zouden ze worden samengevoegd, dat leraren helemaal naar een andere school moeten? Zijn de leraren het ermee eens? De heer Habers. Geachte voorzitter, als we de scholen niet samenvoegen, raken dus leraren sowieso hun baan kwijt, omdat de school failliet zou gaan, omdat ze uiteindelijk geen subsidies meer krijgen. Dus nu, dan krijgen ze sowieso een andere baan. Dus ja, dat. Is dit duidelijk? Geachte voorzitter, ja. Ik heb nog één laatste vraag. Als de scholen worden gecombineerd, zorgt dit ervoor voor meer overlast? Zorgt dit voor overlast? Mevrouw van der Weijden. Geachte voorzitter, kunt u toelichten wat u bedoelt met overlast? Kunt u toelichten? Geachte voorzitter, natuurlijk. Als er meer mensen vanuit andere steden naar die school komen, komen er dus meer auto's. Zijn er dan ook genoeg parkeerplekken bijvoorbeeld voor die auto's? En zorgt er niet voor veel te veel geluidsoverlast voor de omwonenden? Wie wil hierop reageren? Mevrouw van der Weijden. Geachte voorzitter, zoals we al eerder hebben vermeld, waren er voorheen dus veel meer leerlingen op de WBB-school. Dat betekent dan dus ook veel meer auto's en dus overlast. Nu is dat aantal al naar de 200 gekrompen. Dus als er dan 60 leerlingen bij komen, dan verwachten wij niet dat dat overlast zoveel groter zal worden. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, natuurlijk. Wie mag ik naar voren roepen? Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, de partij heeft het over dat er eerst meer leerlingen op de school zaten op de BBB-school. Maar deze leerlingen waren verdeeld over twee locaties. Deze zaten dus niet in één gebouw. Zou de school dan alsnog moeten uitbreiden? Hebben jullie hierover nagedacht? Is hierover nagedacht? Mevrouw van Ewijk. Wat zijn deze twee locaties? Geachte voorzitter, dat doet er even niet toe. Het gaat erom dat het twee locaties waren en dat die 800 leerlingen verspreid daarop zaten. Dat betekent dus 400 leerlingen ongeveer per locatie. De heer Habers. Geachte voorzitter, ik neem aan dat u met de tweede locatie bedoelt het gebouw wat nu wordt gebruikt als bibliotheek. Dit gebouw ligt ongeveer 5 meter van de school af, dus je kan eigenlijk wel zeggen dat het dezelfde school is. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, nee, dit is nu zoals u zegt een bibliotheek. Maar wordt deze bibliotheek dan weggehaald? Of wat wordt daarmee gedaan om deze leerlingen daarop te kunnen vangen? Wat wordt er gedaan, mevrouw van Ewijk?
Daarvoor was er dus ruimte voor 400 leerlingen. Aangezien er nu 296 leerlingen op zitten en 60 erbij komen, zit het nog steeds onder de 400 en is dit zeker mogelijk. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, nee. Komen deze dan bij elkaar in één klas? Dus worden die leerlingen die erbij komen in één lokaal gestopt of moet de school dan alsnog uitbreiden? En wat heeft dit te maken met de persoonlijke aandacht van individuele aandacht per leerling? Moet de school uitbreiden en hoe zit het met de aandacht, mevrouw Van der Weijden? Geachte voorzitter, de school hoeft dus niet uit te breiden, want de kinderen komen bij elkaar in een klas. Maar dat is omdat voorheen klassen op de Stiedalschool en de Markenschool bestonden uit groepen zoals 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dus als ze dan allemaal apart in één klas komen, kun je je afvragen of ze dan minder aandacht krijgen, want het zal waarschijnlijk juist meer individuele aandacht krijgen, omdat ze op hun eigen niveau in hun eigen klas aandacht kunnen krijgen, in plaats van dat ze met twee andere leerjaren zitten. Beantwoord dit uw vraag? Geachte voorzitter, ja. De heer Luiken. Geachte voorzitter, hoe komen jullie aan de informatie over de afname van leerlingen? Waar komt de informatie vandaan, de heer Habers? Deze informatie staat in het integraal huisvestigingsplan. Beantwoord dit uw vraag? Geachte voorzitter, ja. Mevrouw Hogenberg? Geachte voorzitter, in jullie raadsvoorstel staat er iets dat jullie de afname van leerlingen willen tegengaan. Met jullie raadsvoorstel proppen jullie alleen maar leerlingen in één gebouw. Hoe willen jullie de afname oplossen? Hoe wordt de afname opgelost? Mevrouw Dorgelo. Er is dus sprake van afname en als die kinderen op één school bij elkaar komen, hoeven de kleine scholen niet te sluiten. Dus dan gaat de afname op de BBB-school en op de andere scholen neemt dus niet af, maar ze worden bij elkaar gezet. Beantwoord dit uw vraag? Geachte voorzitter, ja. Mevrouw Kramer. Geachte voorzitter, kleine scholen krijgen kinderen juist veel persoonlijke aandacht en iedereen kent elkaar en dit biedt kinderen emotionele veiligheid. Is dit ook op zo'n massale school? Is dit ook op zo'n massale school? Mevrouw Van der Weijden. Geachte voorzitter, als u argument 5 had gelezen, had u kunnen zien dat wij de overstap die momenteel erg groot is voor die leerlingen op kleine scholen minder groot willen maken door ze dus in grotere klassen te doen. En die emotionele veiligheid waar het over heeft, zal alleen maar kleiner zijn. Het zal alleen maar toenemen als ze naar die grotere scholen gaan. Dus wanneer we ze samenvoegen, is dat juist beter voor die leerlingen voor later. Is hiermee uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, ja. Mevrouw Bouwers. Geachte voorzitter, jullie hebben het de hele tijd over een lerarentekort. Maar is er in deze regio wel een lerarentekort? Is er een lerarentekort, de heer Habers? Geachte voorzitter, in deze regio is dus geen lerarentekort. Maar doordat ze bij Stichting Arcades zitten, krijgen deze leraren een nieuwe functie op een school waar wel een lerarentekort is. Is hiermee uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, nee. In deze regio is er dus geen lerarentekort. Maar betekent dat dan niet dat die leraren naar bijvoorbeeld het westen moeten om een baan? Moeten de leraren naar een andere regio, mevrouw Van Ewijk? Er zijn heel veel scholen van Arcade, bijvoorbeeld in Emmen, Hogeveen. Dit is een niet heel te verre afstand vanaf Coevorden, dus ik zie geen probleem. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, nee. Hoe komen jullie aan die bron dat in Emmen een lerarentekort is? Hoe komen jullie aan de bron, mevrouw Van der Weijden? Geachte voorzitter, wij zeggen niet dat er in Emmen specifieke lerarentekort is. Wij zeggen dat Arcade meerdere vestigingen heeft waar altijd wel een vacature voor open staat. Dus de leraren zullen altijd een plek kunnen vinden. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, nee. Waar zijn die vestigingen? Waar zijn de vestigingen? De heer Habers. Stichting Arcade is een landelijke stichting. Dus die vestigingen kunnen over het hele land verspreid zijn.
Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, nee. Betekent het dan niet dat leraren bijvoorbeeld vanuit Drenthe helemaal naar een andere provincie moeten rijden voor een baan? De heer Habers. De scholen zitten onder de gemeentelijke heffingsnorm, waardoor ze minder subsidies krijgen. De subsidie stopt uiteindelijk, waardoor de school waarschijnlijk failliet zou gaan. Dus dan moeten deze mensen sowieso een nieuwe baan vinden. En dan staat er misschien wel een vacature open in het westen. Dus dan moeten ze sowieso naar het westen. Is uw vraag beantwoord? Geachte voorzitter, ja. De heer Lippold. Geachte voorzitter, omdat de oude scholen uit de gebouwen weggaan en deze gebouwen voor maatschappelijke doeleinden gebruikt kunnen worden, maar wie gaan deze gebouwen dan financieren? Wat er dan ook mee gebeurt? Wie gaat het financieren, mevrouw Van Ewijk? Deze gebouwen zijn van de gemeente, dus wanneer de school eruit gaat, is het gebouw nog steeds van de gemeente en de gemeente kan hierover bepalen wat hiermee gebeurd wordt. Is uw vraag hiermee beantwoord? Nog niet helemaal, want omdat de scholen dus naar nieuwe gebouwen gaan, hoeft alleen die nieuwe school geld daarvoor te krijgen. Alsnog moeten de oude gebouwen wel betaald worden, moet onderhoud worden of als ze worden gesloopt moet dat ook betaald worden. Dus gaan de kosten dan uiteindelijk blijven toch dan gelijk. De heer Habers. Geachte voorzitter. De kosten zijn op dit moment voor de gemeente, dus ook voor de elektriciteit en zo. Maar als er huisvesting in wordt geplaatst, zou de huurder of de bewoner deze kosten op zich moeten nemen. Dus dan dalen de kosten juist. Is uw vraag beantwoord? Voorzitter, ja. Mevrouw Van den Bos. Geachte voorzitter, ik wil meneer Habers bedanken dat ik de enquêtes heb mogen inzien. Helaas waren dit er maar 4. Dat is heel weinig. En daardoor is het onderzoek een beetje valide. En sommigen zijn het niet eens eens. Wat hebben jullie hierop te zeggen? Wat heeft de partij hierop te zeggen, mevrouw Van Ewijk? Ten eerste zitten er heel erg weinig leerlingen op die school, dus er waren ook heel weinig ouders aanwezig. Dus meer enquêtes konden de ouders ook niet invullen, aangezien die er niet waren. Is uw vraag hiermee voldoende beantwoord? Geachte voorzitter, nog niet helemaal. Jullie zeggen ook dat opa en oma's hun brengen. Waarom vraag je die dan niet? De heer Habers. Geachte voorzitter, omdat de opa en oma's niet gaan over de plekken waar hun kinderen naar school gaan, dat gaan de ouders over. Is uw vraag hiermee voldoende beantwoord? Geachte voorzitter, ik begrijp wat meneer Habers zegt. Alleen, jullie gebruiken het als argument dat daarom de school ook verplaatst kan worden. Dat ze in één school kunnen, dat opa en oma ze kunnen brengen. Alleen, sommige mensen hebben niet meer een opa en oma of die kunnen niet meer rijden. Wie wil hierop reageren? Mevrouw Van Ewijk. Hoe de kinderen vroeger ook naar school gingen, zo kunnen ze gewoon weer gaan. Dus stel de opa en oma bracht ze, kunnen ze dat weer doen. Als de ouders dat deden, kunnen ze dat ook doen. Ja. De heer Habers. Daarbij is het een... Ik en mevrouw Jalving zijn naar de studieschool geweest. En de afstand lijkt in kilometers misschien heel veel. Maar daadwerkelijk is het een zeer kleine afstand. Is het punt hiermee afgehandeld? Nog niet helemaal, voorzitter. Jullie zeggen dus dat het helemaal niet uitmaakt, maar als een kind 5 kilometer moet fietsen, een kindje van 10 jaar of zo, als die 5 kilometer moet fietsen in het donker, 's ochtends, zonder fietspaden, dat is hartstikke gevaarlijk. De heer Habers. Geachte voorzitter, deze kinderen moeten altijd dus fietsen in het donker en altijd zonder fietspaden, want in Dalen zijn ook geen fietspaden. In Dalen zijn wel fietspaden, sorry. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter. Vast. Mevrouw Visser. Geachte voorzitter, ik wil graag nog terugkomen op het vorige punt. Want er werd gezegd dat de kinderen sowieso altijd in het donker moesten fietsen. Dat is ook waar. Maar veel ouders willen niet dat hun kind die afstand wil veel ouders willen hun kinderen niet die afstand laten fietsen in het donker met slechte wegen. En dat is gewoon gevaarlijk voor die kinderen. Ook moet je denken aan het werk van de ouders inderdaad. Zij hebben misschien geen tijd om hun kind zelf weg te brengen en heeft de partij hier rekening mee gehouden.
Is hier rekening mee gehouden, mevrouw Van der Weijden? Geacht voorzitter, op zich zijn we nu op het punt gekomen dat het de vraag is of kinderen überhaupt nog lang op die school blijven zitten. Dus het is voor de ouders de afweging of ik blijf mijn kind dichtbij op een school houden met de kans dat die school op een gegeven moment sluit en ik mijn kinderen sowieso ver weg moet brengen. Of we voorkomen het nu door het aan te pakken en door dus die scholen samen te voegen, wellicht dan iets verder te moeten rijden, maar wel kwaliteit onderwijs aan te kunnen bieden en gewoon een zekere plek voor een kind. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geacht voorzitter, hiermee is deels mijn vraag beantwoord. Gaan jullie misschien ook nog wat doen aan de wegen, bijvoorbeeld naar die school toe? Gaat de partij wat doen aan de wegen naar de scholen toe? Mevrouw Dorgelo. De gemeente gaat over de wegen daar, dus dat is aan hun de keuze. De heer Habers. Geachte voorzitter, daarbij verwachten wij dat ons raadsvoorstel alleen maar kosten oplevert. Dus is altijd, als het echt zo gevaarlijk is, is er altijd nog budget voor misschien een fietspad of misschien zo'n lijntje dat je weet van, oh, hier zijn de fietsers en daar zijn de auto's. En daarbij rijden er op die weg niet zoveel auto's. Is uw vraag hier voldoende mee beantwoord? Geacht voorzitter, hiermee is mijn vraag dus niet voldoende beantwoord, want er zijn wel mensen die in bepaalde stages erg hard rijden en sommige wegen zijn ook niet verlicht. Reactie uit de partij, mevrouw Van der Weijden. Geacht voorzitter, we begrijpen inmiddels dat u de afstand als een probleem ziet. Echter zien wij niet echt de mogelijkheid om dit te omzeilen, want we zijn op het punt gekomen dat die scholen gewoon samen moeten voegen in verband met de leerlingenafname, in verband met de leerlingentekort en in verband met de krimping en de subsidie, gemeentelijke opheffingsnorm. Dus er is eigenlijk niet zo heel veel andere keus. Er is bijval. Geachte voorzitter, jullie hebben het er nu over dat deze scholen binnenkort zullen sluiten. Weten jullie dit zeker en is hier onderzoek naar gedaan? Is dit zeker, de heer Habers? Geachte voorzitter, op dit moment zitten de scholen al onder de gemeente opheffingsnorm. En als u argument 2 had gelezen, dan kunt u zien dat uit de prognose blijkt dat de scholen verder zullen krimpen. Dus dat waarschijnlijk de subsidie nog verder daalt. En na 2 jaar stopt de subsidie. Geachte voorzitter, hiermee is mijn vraag nog niet helemaal beantwoord. Jullie hebben het er nu over dat de scholen zeker zullen sluiten. Maar wie zegt dat er volgend jaar of over de aankomende jaren al zal sluiten? Wie weet is er volgend jaar wel gewoon een stijging van het aantal leerlingen en hoeft de school helemaal niet te sluiten? Reactie vanuit de partij, mevrouw Van Ewijk. Wij hebben een onderzoek gevonden waaruit blijkt dat de afgelopen jaren alleen maar krimpt en steeds meer. Het zou heel raar zijn dat in tientallen jaren een school krimpt en opeens een stijgende lijn zou zijn. Is dit voldoende behandeld? Geachte voorzitter, ja. Heeft u nog een vraag aan de partij? Geachte voorzitter, er vinden altijd babybooms plaats, dus hoe geven jullie aan dat er die afname van leerlingen blijft bestaan? De heer Habers. Kunt u voor mij het begrip babyboom uitleggen? Babyboom betekent een geboorteoverschot. Wie wil hierop reageren? De heer Habers. Geachte voorzitter, in het integraal huisvestingsplan staat een prognose over de krimp. Volgens mij heeft de babyboom vooral te maken met dat na de Tweede Wereldoorlog heel veel mensen kinderen wouden omdat het daarom kon. Is uw vraag beantwoord? Ja. Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, ik wil nog even terugkomen op het vorige punt. Het is gezegd dat er een prognose was, maar wie zegt dat deze te vertrouwen is, aangezien uit jullie enquête blijkt dat er maar 4 antwoorden waren. En er staat ook geen linkje, want misschien wouden jullie geen linkje, zodat jullie zichzelf gingen schamen, omdat jullie zo weinig antwoorden hadden gehad. De heer Habers. Geachte voorzitter, als u integraal huisvestingsplan had ingetypt, had u het hele plan gevonden. Wij schamen ons er zeker niet voor. Is uw vraag beantwoord?
Geachte voorzitter, ja, echt heb ik nog wel een andere opmerking. Waarom hebben jullie niet de omgeving gevraagd? Waarom hebben jullie niet op social media bijvoorbeeld gevraagd naar andere mensen? Je hoeft niet alleen te vragen aan de ouders die op deze school zitten of een kind, of zij het goed vinden om een kind naar een andere school te laten gaan. Het gaat misschien ook om de andere mensen die dat ook vinden. Of die daar ook een mening over hebben. Wie wil hierop reageren? Mevrouw van der Weijden. Geachte voorzitter, er zijn in het verleden meerdere gevallen geweest waarbij onze verwachting van die constante afname daadwerkelijk werkelijkheid is geworden, waardoor scholen dus moesten sluiten. In de Krim is dit voorgekomen, in Geest is dit voorgekomen, waardoor daar dus helemaal geen scholen meer zijn. In Coevorden heb je nu de hogeschool waar ook al drie scholen bij elkaar zijn gevoegd. Dus wij hebben dit niet zomaar bedacht en we hebben heus wel onderzoek gedaan naar voorgaande gevallen. Is uw vraag hiermee beantwoord? Geachte voorzitter, ja, maar waarom hebben jullie niet gewoon beter onderzoek gedaan naar het feit eromheen, de omgeving eromheen? Ja. De heer Habers. Geachte voorzitter, het gaat toch om de kinderen en niet om de omgeving? Geachte voorzitter, misschien denken andere mensen er wel anders over. Zij hebben waarschijnlijk er ook een mening over. En ik vind gewoon dat er beter onderzoek naar gedaan moest worden voor de ouders en voor de anderen. En zoals wat Britt net zei, inderdaad, niet alle opa's en oma's leven meer. En dat is niet altijd mogelijk, zodat hun die kinderen kunnen brengen. Maar goed, mijn vraag is beantwoord. Bijval. Geachte voorzitter, ik wou nog even wat toevoegen. De BBB-school gaat in aantal op dit moment nog een beetje achteruit. Maar de verwachting is dat dit zich weer gaat stabiliseren. Daarnaast is er in Dalenveen op dit moment een grote instroom van kleuters. Dus die school groeit alleen maar. Ook zijn de scholen in Wachtum en Dalenveen, die zitten niet onder de opheffingsnorm. Dus die school heeft gewoon nog het recht om te bestaan. Blijft ook zo. Mevrouw van Ewijk. Uit welke gegevens blijkt dit en kunt u dit aantonen? Geachte voorzitter, de school heeft op dit moment nog minstens 30 leerlingen. En u, of de partij heeft een opheffingsnorm van 35 neergezet in het raadsverslag. Dit klopt niet, want de opheffingsnorm op dit moment is 23 leerlingen in dit gebied. Laatste reactie vanuit de partij, de heer Haber. De opheffingsnorm waar u het over heeft is de landelijke opheffingsnorm. De gemeenteopheffingsnorm ligt daadwerkelijk wel op 35. Dit weten wij omdat wij een gesprek hebben met Claudia Doek. En Claudia Doek gaat iets met onderwijs. Laatste reactie. Geachte voorzitter, dat is een gegeven wat uit 2017-2018 komt. Dat is op dit moment veranderd. In de gemeente Coevorden is dat nu 23. Bijval. Geachte voorzitter, er is al onderzoek geweest of basisscholen moeten samenvoegen zoals de Wilhelmina en de Meinert van de Wijnen. Dit is ook ingediend. Het is ook onderzocht of de basisscholen van Wachtum en Dalenveen samen moeten voegen in Dalen. Echter had de gemeente Coevorden dit na feitelijk onderzoek afgekeurd. Waarom zou het nu wel moeten gebeuren terwijl het na feitelijk onderzoek is afgekeurd? Waarom moet dit gebeuren, mevrouw van der Weijden? Omdat wij staan voor kwaliteit van onderwijs en vernieuwing. Hiermee is dit punt afgehandeld. Wie mag ik uitnodigen voor de slotspeech? Mevrouw van der Weijden. Geachte voorzitters, raadsleden en overige aanwezigen. Ik wil nogmaals ons plan benoemen, het samenvoegen van drie krimpende basisscholen. Onze argumenten zijn, zoals eerder al benoemd, de huidige leerlingenafname, de gemeentelijke opheffingsnorm, de afstand van de scholen en de grootte van de klassen momenteel. Er zijn dus vele redenen om dit plan wel te realiseren. Wij verwachten bovendien dat dit plan veel op zou leveren. Zowel voor de leerlingen, de leraren en op economisch gebied. Daarnaast kan ons plan al snel gerealiseerd worden, omdat het gebouw dus al bestaat en er dus verder niks gebouwd hoeft te worden.
kortom, wij zien geen reden om ons raadsvoorstel niet te realiseren en denken dat een ieder uiteindelijk baat zal hebben bij het samenvoegen van drie basisscholen. Bovendien staan wij voor de vernieuwing en de kwaliteit van het onderwijs. Dank u wel. Dan gaan we nu over tot de stemming. Stilte in de zaal. Het voorstel van PVO is aangenomen met 18 voor, 11 tegen en 10 in onthouding. Zouden wij ook de stemmen mogen inzien? Stilte graag. Hierbij open ik de vergadering. Wij waarderen de spontane bijval, maar we zoeken u even te wachten totdat we bijval vragen. Wie mag ik uitnodigen voor de beginspeech? Mevrouw Schelpers. Geachte voorzitter, mede aanwezigen. Wij, VC, staan voor vrij Koevorden en zetten ons in voor de vrijheid van de burgers. Vrijheid vinden wij een van de belangrijkste dingen op de wereld en daarom gaat ons raadsvoorstel daarover. Wij als partij zouden graag een lesprogramma willen invoeren in Koevorden en daarbij een rondreizend monument door de gemeente Koevorden waarmaken. Dit lesprogramma wordt op de basisscholen in de groepen 7 en 8 gegeven. Het lesprogramma bestaat uit een opdrachtenboekje. Het gaat over de bevrijding, de route van naar de Canadezen, belangrijke gebeurtenissen, levensverhalen en de dagen voor de bevrijding. Het monument zal bestaan uit een diavoorstelling die op een gebouw zal worden weergegeven door middel van een schermprojector dat in 5 dorpen binnen de gemeente Koevorden zal verschijnen. Het zal te bezichtigen zijn op van tevoren aangegeven tijdstippen in het desbetreffende dorp. Ook zal de watertoren in de kleuren van de Nederlandse vlag stralen. Het idee is dat er bij de onthulling van het monument mensen uit de oorlog aanwezig zullen zijn. Op dit moment is er namelijk nog de mogelijkheid om oorlogsveteranen hun ervaringen te laten delen. En wij zijn van mening dat we hier gebruik van moeten maken zolang het nog kan. Want vrijheid is iets wat we moeten koesteren. Wat wij vragen van de gemeente is het volgende. Wij vragen van de gemeente om tijd vrij te maken op basisscholen en de eventuele kosten te dekken voor zowel het lesprogramma als het monument. Ons raadsvoorstel zal om verschillende redenen aangenomen moeten worden. Deze luiden als volgt. Ten eerste wordt de oorlog vaak onder kinderen als interessant beschouwd. En dan is ons lesprogramma goed voor de ontwikkeling en motivatie van de kinderen. Ten tweede vinden wij dat er niet genoeg aandacht besteed wordt aan de geschiedenis van Koevorden. Vooral rondom de oorlogstijd op basisscholen. Dit moet volgens ons veranderen. Het weten van je eigen stadsgeschiedenis is immers een goede impuls van je algemene kennis. De reden dat wij specifiek voor de groepen 7 en 8 hebben gekozen is omdat die leerlingen er vaak meer belangstelling voor hebben en het een te heftig onderwerp is voor de jongere kinderen. De oudere kinderen zullen ook een betere concentratie houden, waardoor ze meer van de lesstof op zullen nemen. Ten slotte vinden wij het belangrijk dat ook de volgende generaties begrijpen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat er mensen zijn gestorven voor onze vrijheid. Dit vinden wij omdat men op deze manier meer respect zal tonen voor de mensen die voor ons gevochten hebben en beter nadenken over hoe goed ons leven nu is. Dat we enorm dankbaar mogen zijn voor de vrije wereld waar wij nu in leven. En dit is door middel van ons lesprogramma te bereiken. Het monument is een mooie aanvulling. Het geeft een beeld van wat er is gebeurd en er komen veel mensen langs. Ook zal het makkelijker zijn voor kinderen om dan een beeld te vormen van de vrijheid, waarbij de realisatie van pas komt dat het niet zo vanzelfsprekend is. Daarbij zullen de kosten laag blijven, want het monument heeft geen onderhoudskosten, het is makkelijk te verplaatsen en er zijn geen dure materialen noodzakelijk. De hele gemeente Koevorden zal het monument een keer hebben gehad en zo staan we samen in verbinding. We staan immers allemaal voor onze vrijheid en zullen hier altijd samen voor willen vechten. Dank jullie wel. Wie mag ik uitnodigen voor een speech voor of tegen het voorstel? De heer Habers. Geachte voorzitter, wij van de PVO zijn het compleet eens met het idee van vrij Koevorden. Het concept van een reeks basisschoollessen en een verplaatsbaar monument is een prima idee. Omdat het heel erg belangrijk is om de jeugd bewust te maken dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het is ook van belang dat deze lessen zo snel mogelijk ingevoerd worden, omdat onze oorlogsveteranen nu nog onder ons zijn. Deze veteranen kunnen nu nog hun persoonlijke ervaring vertellen en hun gevoel erbij overbrengen op de jeugd. Het moet ook zo snel gerealiseerd worden, omdat het nu nog mooi aansluit op de 75-jarige jubileum van de bevrijd Koevorden. Het idee motiveert kinderen ook om eens een kijkje te nemen in de geschiedenis van Koevorden. Ook verwachten wij dat het een stukje trots op Koevorden meebrengt. Wij als Partij voor Onderwijs vinden het van groot belang dat kinderen les krijgen over de oorlogsgeschiedenis van hun dorp of stad. In plaats van alleen hoe het hele land is bevrijd. Wij wensen de Partij
Vrij Koevoorde, veel succes. Dank u wel. Er zijn geen textuele wijzigingen ingediend. We gaan door naar het open debat. Hierbij staat er... Wie mag ik naar voren vragen voor het eerste debatspunt? Mevrouw Schottert. Geachte voorzitter, volgens de inleiding moet de gemeente tijd vrijmaken tijdens de basisschoolles in groep 7 en 8. Maar volgens de website van de Rijksoverheid, sectie Kwaliteit Basisonderwijs, is bekend dat het ministerie van Onderwijs bepaalt wat er in de lessen gegeven moet worden en hoe de lessen worden ingedeeld. Hoe denkt de gemeente de lessen dus tijdens de lessen vrij tijd te geven om jullie idee daarin te verwerken? Reactie van de partij, mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, wij hebben een gesprek gehad met iemand van het onderwijs hier in gemeente Koevoorde. En die wil dit idee gaan voorleggen. Dus dat zal dus bij het ministerie ook terechtkomen. En dan zal er dus gekeken worden of er daadwerkelijk tijd vrij te maken is. Was dit een goede reactie? Ongeveer, maar geachte voorzitter, hoe willen jullie dan ervoor gaan zorgen dat de gemeente tijd vrij gaat maken wat in jullie inleiding staat, wat dus eerst nog bij het ministerie van Onderwijs voorgelegd moet worden? Dus eigenlijk vertellen jullie nu dat jullie nog niet zeker weten of er daadwerkelijk tijd vrij gemaakt kan worden. Reactie van de partij, mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, dit is inderdaad natuurlijk nog niet bekend. Echter zal het niet een hele dag, zijn en het zijn maar 5 dagen van de 52 weken. Dus het zal een keer een lesje van 3 kwartier zijn. Dus naar onze mening zal dit niet tot last zijn. Is het hierbij duidelijk? Geachte voorzitter, ja. Mevrouw Hogenberg. Geachte voorzitter, in argument 4 staat: op dit moment bestaat nog de mogelijkheid om oorlogsveteranen hun ervaring te laten delen. Hier moeten we gebruik van maken zolang het nog kan. Maar in hoeverre zijn deze veteranen nog aanspreekbaar? De heer Meppelink. Wij hebben dus gesprek gehad bij de historische vereniging Koevoorden. Daar hebben wij 2 vrijwilligers die de oorlog hebben meegemaakt en de bevrijding. Die willen ons graag helpen met ons idee en hun persoonlijke ervaringen met ons delen voor in ons lesprogramma. Geachte voorzitter, in hoeverre zijn de veteranen ook nog bereid om hun oude wonden open te halen? De heer Meppelink. Tijdens ons gesprek zijn ze heel open geweest over hun ervaringen en het... Het is natuurlijk heel emotioneel en trauma, maar ze zijn heel erg bij zinnen. En ze zeggen wel, het is een oude wond, het blijft altijd bij je. Maar het is belangrijk voor hun ook dat hun verhaal kunnen doen. En wat hun allemaal meegemaakt hebben, dat is ook belangrijk voor hun. Dus hun hebben daar geen problemen mee. Is de vraag hierbij goed beantwoord? Geachte voorzitter, ja, maar ik heb nog een vraag. Jullie zeggen, kinderen vinden het vaak interessant. Hoe weten jullie dit zeker en hebben jullie hier onderzoek naar gedaan? Antwoord vanuit de partij. Mevrouw Slepers. Op basisscholen hebben we meegekregen dat meerdere kinderen van jongere leeftijd dat het ze echt interessant vinden. Uit eigen ervaring vind ik het ook heel interessant toen ik in groep 7-8 zat. En nou ja, daarvan nemen we aan dat dit goed zal gaan. Geachte voorzitter, ik heb nog een laatste vraag. Is er bijval vanuit de zaal? Gaat u maar door. Ja. In jullie raadsvoorstel zeggen jullie dat de bevrijding helemaal geen aandacht krijgt. Maar uit eigen ervaring kunnen wij zeggen dat dit op basisscholen wel aandacht krijgt. Reactie van de partij. De heer Klingenberg. Wij hebben een enquête gehouden onder verschillende basisscholen in Koevoorde. En hieruit is gebleken dat er weinig tot geen aandacht wordt besteed aan de bevrijding van Koevoorde. Er is bijval vanuit de zaal. Geachte voorzitter, als bijval wou ik nog zeggen dat het onderzoek dat is gedaan bij het Historisch Museum is maar naar 2 personen gevraagd. Die 2 personen waren misschien wel open. Maar hebben jullie ook onderzoek gedaan naar de andere oorlogsveteranen? Een reactie van de partij. De heer Meppelink. Er zijn tegenwoordig niet heel veel oorlogsveteranen meer over. En we hebben dus in Koevoorden, want ons
Het lesprogramma gaat over de gebeurtenissen in Koevoorden. Dus wij gaan niet zomaar ergens anders naar oorlogsveteranen vragen. We hebben dus deze mensen komen ook uit verschillende gebieden van Koevoorden. Dus ze hebben ook allebei een andere visie op wat hun gebeurt. De een is jongen, de andere is een meisje. Dus dit is gewoon genoeg informatie hiervoor. Er zijn thema's ook niet meer heel veel oorlogsveteranen over. Is de vraag hierbij genoeg beantwoord? Mijn vraag is hierbij niet genoeg beantwoord, want hoe weten jullie dat er nog weinig oorlogsveteranen in Koevoorden zijn? Wij hebben contact opgenomen dus met het historisch Vereniging Koevoorden en deze zijn op die twee uitgekomen. Gelieve via de voorzitter te praten. Is de vraag zo goed beantwoord? Geachte voorzitter, zijn er echt nog maar twee oorlogsveteranen in Koevoorden? Reactie vanuit de partij. De heer Meppelink. Ik sta aan. Geachte voorzitter, er zijn inderdaad niet veel meer over, maar deze twee zijn heel open. Ook al zou er misschien eentje zijn. Als deze hebben twee verschillende visies, jonge meisje, dit is genoeg. Je hoeft niet altijd nog extra. Want we hebben hier van alle kanten hebben wij de informatie. Jonge meisje, verschillende visies erop. Dus dit is niet nodig. En niet alle mensen zouden misschien openstaan om hun ervaringen te delen, omdat het te veel een trauma voor deze mensen zou zijn geweest. Is de vraag zo goed beantwoord? Geachte voorzitter, hierbij is mijn vraag ook nog niet voldoende beantwoord. Want de heer Meppelink zegt nu ook zelf dat sommige oorlogsveteranen er trauma's aan hebben. Dus als je zo'n monument hebt, waarom zouden zij daarmee niet hun trauma's naar boven halen? Sommigen zouden het misschien moeilijk mee hebben, maar ik zeg niet dat iedereen in Koevoorden dat zou hebben. Dus dat is niet goed een statement. En de mensen die erover zijn, die zijn er gewoon op. Ze hebben er misschien problemen mee, maar het is altijd goed om die last van hun schouders, dat hebben ze zelf ook vermeld. Is er nog bijval van een andere partij uit de zaal? Mevrouw Bos van Den Bos. Geachte voorzitter, ik wou nog even bijvallen op het punt van de bronnen en de enquêtes die jullie hadden afgenomen. Jullie zeiden dat je een enquête had afgenomen. Dat staat bij jullie bronnen. Deze bronnen zijn niet openbaar. Dit is my SharePoint en niemand anders kan daarop dan jullie. Deze bronnen kunnen dus niet gecontroleerd worden. En hierdoor vinden wij dit als een argument, niet als een goed argument overkomen, maar als een mening in plaats van een feit. Wat hebben jullie hierop te zeggen? Wat is jullie reactie? De heer Klingen. Geachte voorzitter. Als u de resultaat van de enquête zou willen inzien, zou dat kunnen? Dat zou ik graag doen. Is de vraag zo goed beantwoord? Ja, hierbij is mijn vraag genoeg beantwoord. Mevrouw Six Dijkstra. Geachte voorzitter, er zijn al heel veel oorlogsmonumenten hier in Koevoorden. Hoezo zou de gemeente behoefte aan hebben om er nog in bij te hebben. Reactie, mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, wij hebben een gesprek gehad met John de Vecht. Dat is de projectleider van de 75-jarige bevrijding, wat er dus al plaatsvindt. Meneer de Vecht gaf aan dat hij ons idee een hele mooie aanvulling juist vond. En dat hij het heel leuk vond dat wij dit gingen doen. Dus hij vindt dit niet te veel, maar hij vindt het juist mooi. De heer Meppelink. Ik zou u graag wat bij willen zeggen, want een voorbeeld hiervan zou jij misschien bijvoorbeeld een monument in het Van Heuspark. Dit is een bezetsmonument. Wij hebben een bevrijdingsmonument dat tijdelijk is, dus het heeft ook een andere betekenis. Was dit een goed antwoord op uw vraag? Nou ja, redelijk. Maar gaat dit monument alleen in het jaar van de 75 jaar bestaan, tenminste wat dan ook is. Is het alleen dit jaar, mevrouw Slepers? Geachte voorzitter, ja, dit monument is alleen dit jaar, omdat dit jaar in teken staat van de 75-jarige bevrijding. En daarom doen we dit alleen dit jaar. Het is alleen dit jaar. Geachte voorzitter, waarom zou het dan niet het hele jaar al moeten gelden? Er is bijval vanuit de zaal, mevrouw Brandt. Antwoord van de partij. De heer Meppelink. De echte bevrijding is pas vanaf 6 april. Dus het is nu technisch gezien nog 74 jaar. Er is bijval vanuit de partij. Geachte voorzitter, is het mogelijk om dit plan te realiseren voor 6 april?
Is dit mogelijk? Mevrouw Slepers? Geachte voorzitter, dit is zeker mogelijk. Want zoals ik eerder heb gezegd, hebben we een gesprek gehad met de projectleider. En die zou dit weer heel graag willen uitvoeren. Dus dit is mogelijk en er zijn al meerdere bedrijven gecontacteerd. En die zouden graag mee willen helpen. Is de vraag hierbij beantwoord? Geachte voorzitter, ja, toch vind ik wel dat jullie dat hadden moeten vermelden bij de bijlagen en bronnen. Het enige wat jullie hebben vermeld is de inhoud van het lesprogramma en de enquête voor de basisscholen die voor ons niet zichtbaar zijn. Geachte voorzitter, daardoor weten wij niet, ja, vertrouwen wij dit niet heel erg en wij vonden gewoon dat jullie dat moesten vermelden. Heeft u verder nog vragen? Ja, nog één, geachte voorzitter. Wij hebben in Schonebeek bijvoorbeeld echt gewoon een heel monument wat er altijd staat. Hoezo kan dat hier niet van sprake zijn? Er is bijval vanuit de zaal, mevrouw Schottert. En een reactie van de partij, de heer Klingenberg. De Schonebeek is niet onderdeel van de gemeente Coevorde. Mevrouw Segeren. Geachte voorzitter, daarnaast is dit ook ter ere van de 75-jarige bevrijding. Dus ja, vandaar. Er was bijval vanuit de zaal. Geachte voorzitter, ik wou terugkomen op de bronnen zoals mevrouw Brandt had gezegd. In mijn vorige argument hebben jullie gezegd dat jullie een gesprek hebben gehad met iemand van de gemeente. Dit staat niet bij jullie bronnen vermeld. Hoe kan ik dus weten dat dit vertrouwelijk is? Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, dat spijt ons, maar dat was omdat we dit al eerder hadden moeten inleveren en het gesprek vond afgelopen woensdag plaats. Dus dat was dus na die tijd dat we het al in hadden ingeleverd en we konden dus niks veranderen voor jullie. Onze excuses. Zijn er verder nog vragen? Ik had nog een vraag over, geachte voorzitter, ik had nog een vraag over de aanpak, uitvoering en communicatie. In het laatste zinnetje staat, het monument zal ook verder uitgewerkt worden door experts binnen de gemeente Coevorde. Jullie hebben geen kostenbatendekking ingevuld. Komen er kosten bij het monument maken? Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, als de kosten komen, die zouden er kunnen komen. Want we wilden een schermproject onder andere huren. Daarvoor hebben we geraamd op €500. En dat is in afstemming gekomen met de gemeente Coevorde. Dus als de kosten komen, is dat geregeld. Is het zo beantwoord? Geachte voorzitter, ja. Geachte voorzitter, en ik wil het nog even hebben over wat meneer net zei. Schonebeek was een voorbeeld, maar waarom zou het hier niet van belang kunnen zijn? Want hoe de partij het nu wil verwoorden, lijkt het me alsof het de 75 jaar juist wil laten zien en niet maar één jaar. De heer Meppelink. U spreekt over een monument, een vast monument, terwijl in ons boekje ook staat dat wij een verplaatsbaar monument hebben, zodat het deze door de gehele gemeente Coevorde rond kan gaan. Dus daarom hebben wij ook niet gekozen voor een vast monument voor alleen in Coevorde. Zo hebben alle dorpen van Coevorde hebben hier contact mee. Het laatste woord geef ik aan u. De vraag is goed beantwoord, bedankt. Mevrouw Westerhof. Geachte voorzitter, waarom worden alleen lesprogramma gemaakt voor de groepen 7 en 8 en waarom niet voor de klassen 1 en 2? Waarom alleen voor groep 7 en 8? Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, zoals in de beginspeech vermeld, is er dat het vaak een te heftig onderwerp is voor jonge kinderen. Want die zullen het als een grap opvatten met geweren en allemaal van dat soort dingen. En de oudere kinderen zullen ook een betere concentratie houden. Dus uiteindelijk zullen zij de lesstof beter begrijpen dan de jongere kinderen. Is dit een goed antwoord? Geachte voorzitter, ik bedoelde niet de groepen van de basisschool, maar van de middelbare school. Hoe zit het met de middelbare school? Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, wij vinden het fijn dat leerlingen in groep 7 en 8 het al weten, zodat ze het op de middelbare al begrijpen, want daar gaan ze ook dieper op de stof in met geschiedenis. Dus dit zal hun alleen maar helpen en zo hebben ze al hun algemene kennis verbreed. Ze hebben hun algemene kennis al. Geachte voorzitter, in groep 7 en 8 wordt best wel veel besteed aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. En in klas 1 en 2 niet, waarom zou het dan niet voor de klas 1 en 2 gelden? Waarom niet voor klas 1 en 2?
De heer Klingenberg. Iemand anders uit de partij? De heer Meppelink. Op de middelbare school gaan mensen veel dieper in de informatie. In groep 7 en 8 heb je over het algemeen de algemene kennis wat iedereen wel zou moeten weten. Het is niet diepgaand, ons lesprogramma is ook diepgaand in op koevorden. Gaat u genoegen met dit antwoord? Geachte voorzitter, mijn vraag is nog niet helemaal beantwoord. Waarom wordt het dan niet in de klasse 1 en 2 gedaan? Want daar wordt helemaal geen tijd besteed aan de Eerste of Tweede Wereld of aan de Tweede Wereldoorlog. Reactie van de partij. Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, wat heeft het voor nut als het in groep 7 en 8 al is gegeven, dat je dan in de eerste en tweede klasse nogmaals wilt herhalen? Waarom zouden ze het herhalen? Als het niet in de groepen 7 en 8 wordt gegeven en ook niet in de klasse 1 en 2, krijg je het pas in, rond de derde klas. Dus dan weten ze er eigenlijk nog helemaal niks vanaf. Ze weten er nog niks vanaf, de heer Meppelink. U zegt dus dat het dus niet in groep 7, 8, eerste en tweede klas wordt gegeven, terwijl ons lesprogramma juist in groep 7 en 8 wordt gegeven. Dus dan wordt het wel gegeven. Het wordt juist in groep 7 en 8 gegeven. Maar, geachte voorzitter, maar waarom dan niet in de klasse 1 en 2? Laatste reactie van de partij. Deze vraag is net ook al beantwoord en is dubbel op. Ik verzoek u terug te gaan. Volgend debatpunt. Mevrouw Bouwers. Geachte voorzitter, jullie hebben het over een verplaatsbaar monument. Maar hoe willen jullie dit precies beveiligen en omgaan met diefstal? Hoe willen jullie omgaan met diefstal, mevrouw Slepers? Geachte voorzitter, zoals aangegeven gaan we een bedrijf huren. Dat bedrijf zal dus rondom de diefstal, ze zullen erbij staan. Dus er zal geen diefstal plaatsvinden. En het staat er maar een paar uur, dus die mensen die blijven erbij. Was dit een goed antwoord op uw vraag? Geachte voorzitter, ik heb nog een vraag. Het monument wordt dus verplaatst en wordt dus van tevoren aangegeven. Maar waar willen jullie dat aangeven, zodat zoveel mogelijk mensen het gaan zien? Waar willen jullie het aangeven, mevrouw Slepers? Geachte voorzitter, dit is met de gemeente besproken. Ze willen het op hun social media gaan plaatsen en het zou ook eventueel in de krant komen staan voor de oudere mensen die niet gebruik maken van social media. Is dit een goed antwoord? Geachte voorzitter, ik wil nog graag terugkomen over dat mensen bij het monument blijven staan. Hoeveel uur zou dit precies zijn en willen die mensen dan bijvoorbeeld als het 's avonds is wel in die kou blijven staan? Willen deze mensen dit? Reactie vanuit de partij, mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, het zal gaan rond de 3 uur dat het blijft staan. En het is natuurlijk helemaal vrije keuze van de mensen of ze wel of niet bij het monument willen komen. Is dit een goed antwoord? Ik bedoelde eigenlijk de beveiligers van het monument. De beveiligers van het monument, mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, er wordt betaald natuurlijk voor het huren van het monument. Dus er zullen sowieso mensen bij staan, dus die worden automatisch ook betaald. Dus ze zullen gewoon geld krijgen dat ze daar staan. Ze zullen sowieso geld krijgen. Geachte voorzitters, mijn vragen zijn beantwoord. Volgend debatpunt. Mevrouw Slotert. Geachte voorzitter, in argument 1 wordt gesproken over dat generaties zich bewust worden van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in Koevorden. Maar als dit lesprogramma maar 1 jaar duurt en dit monument ook, hoe worden volgende generaties zich dan bewust van wat er heeft plaatsgevonden in Koevorden? Reactie vanuit de partij. De heer Meppelink. De groepen 7 en 8 behoren toch tot de volgende generatie, of ben ik hier verkeerd in? Geachte voorzitter, dit was niet mijn vraag. Mijn vraag was, hoe worden alle generaties bewust? Als jullie zeg maar er willen voor zorgen dat de generaties zich bewust worden, waarom zou dan alleen groep 7 en groep 8 bewust hiervan zich van bewust moeten worden, als dit maar 2 generaties zijn? De heer Meppelink. We hebben al uitgelegd waarom we het aan groep 7 en 8 doen. Tevens staat het de volgende generatie, niet alle volgende generaties. Ook zijn we van plan om zeg maar de persoonlijke ervaringen van de 2 mensen die ik al eerder benoemd heb te filmen. Dit kan altijd nog later weer naar boven komen als docenten dat graag zouden willen. Is dit een goed antwoord op uw vraag? Geachte voorzitter, nee. Dit van het filmen staat niet in jullie raadsvoorstel. Hebben jullie dit net bedacht of is dit al eerder bedacht? Hebben jullie dit al eerder bedacht?
Dit is al eerder bedacht, maar zoals meerdere mensen, je zet niet alles wat je weet in je boekje, zodat je deze tegenargumenten zou kunnen weerleggen. Graag praat via de voorzitter. Geachte voorzitter, mijn antwoord is beantwoord. Mijn antwoord. Vraag. Mevrouw Van den Bos. Geachte voorzitter, jullie als partij praten over een verplaatsbaar monument. Dit wil je dan een paar uur ergens neerzetten. En ja, ik snap niet echt het nut. Kunnen jullie dat uitleggen? Wat is het nut? Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, het nut is dat er een diavoorstelling plaatsvindt. Zo kunnen mensen erheen gaan met onder andere hun kinderen en kunnen ze het laten zien. En dan krijgen de kinderen echt een beeld van wat er vroeger is gebeurd en zullen ze er beter bij stilstaan. En hoe belangrijk vrijheid voor hun nu is en wat voor een leven ze nu mogen leiden. Was het een goed antwoord? Geachte voorzitter, nee. Nou, want ik bedoelde eigenlijk, je wil dat monument dus ergens neerzetten en dat wil je vermelden door het in de krant of zo neer te zetten. Maar hoe lang van tevoren willen jullie dit gaan vermelden? Reactie van de partij. Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, dit zal waarschijnlijk zal dit 2 weken van tevoren vermeld worden. En zoals al eerder gezegd, ook op social media waar de jongeren heel erg veel op zitten. Dus die kunnen het ook nog verspreiden. Het wordt van tevoren aangegeven. Geachte voorzitter, ik vond dit een best goed antwoord. Alleen, het is gewoon heel onduidelijk. Want je gaat dus gewoon een monument ergens neerzetten, bewakers erbij, een paar uurtjes. Wat als mensen niet beschikbaar zijn op die tijd? Hoe wil je dat doen? Wil je het onder werktijd doen, 's avonds? Reactie vanuit de partij, de heer Meppelink. Ik zal wat aan mijn slotspeech voorlezen ook. Wij hebben een gesprek gehad met John de Vecht, dat is de projectleider. Zij zijn al bezig met het vragen aan het bedrijf Power Sound, die over hun visuele dingen gaan, of ze ons idee daarin kunnen verwerken en uitvoeren. Dus dat wordt al geregeld via het bedrijf Power Sound, waar hun een samenwerking mee hebben. Gaat u akkoord met dit antwoord? Geachte voorzitter, nee. Ik vroeg niet wie het ging maken en wie er aan meewerkt. Ik vroeg wanneer en op welk moment van de dag, welk moment van het jaar jullie dit monument ergens willen gaan plaatsen. Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, dit monument zal rond de dag van de bevrijding, dus 6 april. Dus waarschijnlijk gaan we tussen over 5 en 6 april het verspreiden. En als mensen niet kunnen komen, het wordt in 5 dorpen georganiseerd. Dus dan kunnen ze naar het andere dorp toe gaan en de tijden worden dus nog besproken. Gaat u akkoord met dit antwoord? Geachte voorzitter, ja, maar nu heb ik nog een vraag. Jullie zeggen dat het in 5 andere dorpen ook georganiseerd wordt. Wat is dan zo origineel aan jullie idee? Wat is er zo origineel aan? Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, sorry, u heeft mij waarschijnlijk verkeerd begrepen. Het gaat rond in 5 verschillende dorpen. Hetzelfde monument. Dus zo staan we samen in 1 verbinding. Omdat elk dorp het dus heeft gehad. Elk dorp heeft het gehad. Geachte voorzitter, dit was een goed antwoord. Bedankt. Volgend debatpunt. De heer Habers. Geachte voorzitter, jullie willen dat het monument wordt bekostigd door het bedrijf Power Sound. Is hier budget voor? Is hier budget voor? Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, zoals al eerder aangegeven is er met de gemeente besproken met de projectleider dat er een bedrag van €500 klaar ligt. Is dit een goed antwoord? Geachte voorzitter, dit is een prima antwoord. Dank u wel. Volgend debatpunt. Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, hoe zorgen jullie ervoor dat elke doelgroep Hoe zorgen jullie ervoor dat elke doelgroep aan wordt getrokken om hier een kijkje bij dit monument te komen nemen? Reactie vanuit de partij. Mevrouw Segeren. Geachte voorzitter, zoals er net al is gezegd, willen wij dus een stukje in de krant misschien. Dus dat is de wat oudere doelgroep. De jongere doelgroep willen we graag aanspreken met social media. Dus zo verdelen we dat een beetje. Mevrouw Brandt. Geachte voorzitter, zorgt dit er echt voor dat zij allemaal daadwerkelijk komen? Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld de ouderen hier wel naartoe komen, omdat die zich misschien meer interesseren in dit soort, in dit onderwerp, 75 jaar bevrijding. Maar
komt daar nog verder iets bij kijken of is het gewoon alleen een dia die wordt, die jullie laten zien? Reactie uit de partij. Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, we kunnen hier uiteraard niet van uitgaan dat iedereen wil komen. Maar wij hopen dat men gewoon zoveel interesse heeft in de bevrijding. En echt blij is dat we 75 jaar bevrijd zijn. Dat ze de tijd nemen om naar ons monument te gaan komen kijken. Is dit een goed antwoord? Jawel. Volgende debatspunt. Mevrouw van der Weijden. Geachte voorzitter, ik heb uit jullie raadsvoorstel niet kunnen opmaken hoe dat monument er precies uit gaat zien. Zouden jullie dit misschien kunnen toelichten? Hoe komt het monument eruit te zien? Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, zoals eerder genoemd zal het een schermprojectie zijn op een gebouw met een diavoorstelling van allemaal foto's en eventueel filmpjes vanuit de oorlog. Gaat u akkoord met dit antwoord? Ja, dank u wel. Volgens de bas, mevrouw Bouwers. Geachte voorzitter, komt er naast de diavoorstelling ook nog echt een monument of is het alleen de diavoorstelling? Komt er een echt monument? Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, de diavoorstelling is bedoeld als het monument. De diavoorstelling is het monument. Geachte voorzitter, sinds wanneer is een diavoorstelling een monument? Reactie van de partij, de heer Meppeling. Een diavoorstelling, het gaat de betekenis die het monument met zich meedraagt. Dus het hoeft niet per se een beeldhouwwerk te zijn of zo. Een monument, de betekenis van een monument is ook geen bijvoorbeeld een beeldhouwwerk. Het is de overdracht van wat je wil overdragen aan de mensen die het zien. Gaat u akkoord met het antwoord? Geachte voorzitter, ik heb nog een vraag. Want jullie willen dus die diavoorstelling dan laten zien op die gebouwen. Maar welke gebouwen zullen dit precies zijn? Is hier plaats voor? Welke gebouwen zullen dit zijn? De heer Klingenberg. Experts die zouden hier onderzoek naar gaan doen. Is er bijval vanuit de zaal? Nee. Een antwoord? Geachte voorzitter, ik heb antwoord op mijn vragen. Volgend debatspunt. De heer Beamins. Geachte voorzitter. Jullie zeggen dat het in 5 dorpen rondgaat, het monument, maar het gaat toch om de bevrijding van Koevoorde? Reactie van de partij. Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, wij willen juist dat de gemeente Koevoorde zich samen in verbinding staat. Dus daarom zal het door 5 dorpen gaan, omdat hier dus is de bevrijding begonnen, maar het ging ook door de gemeente Koevoorde. En daarom hebben wij voor de 5 dorpen gekozen. Gemeente Koevoorde. Ik heb antwoord op mijn vraag. Mevrouw van den Bos. Geachte voorzitter, ik heb net even op internet opgezocht wat een monument is. Een monument is een gebouw met een cultuur, historische of wetenschappelijke waarde. Ik zie een diavoorstelling niet helemaal als gebouw. Reactie vanuit de partij. Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, dit vinden wij uiterst jammer, maar op deze manier proberen wij om geld te besparen door middel van dat het bijvoorbeeld geen beeldhouwwerk hoeft te worden. Dus dan heb je geen dure materialen. En je hoeft niet veel mensen in te huren. En het zal ook geen onderhoudskosten met zich meebrengen, waarin ook vrijwilligers nodig zijn om het monument schoon te houden. Gaat u akkoord met dit antwoord? Geachte voorzitter, bijna. Ik vind het een goed idee dat je misschien dan een diavoorstelling doet, maar dan moet je het geen monument gaan noemen. Het is gewoon geen monument. Dus hebben jullie hier ook een andere naam voor? Er is bijval vanuit de zaal. Geachte voorzitter, ik denk dat de partij meer heeft bedoeld als monument, omdat het de beste verwoording is. En het gaat vooral om dat mensen bewust worden dat vrijheid niet een vanzelfsprekend iets is. En het monument is gewoon de beste verwoording. Want ja, we hebben een diavoorstelling, dat klinkt toch een beetje goedkoop, vindt u niet? Dat vind ik zeker. Maar een bijna monument klinkt ook niet echt goed hoor. Reactie van de partij. De heer Meppelink. Aan het eind van de dag gaat het ook over wat je overdraagt aan de mensen die het ziet. En tevens wordt het op een gebouw geprojecteerd. Is uw vraag hierbij voldoende behandeld?
Op zich wel, alleen wil ik nog even zeggen dat het staat dat het gebouw zelf een monument moet zijn. Bedankt. Volgend debatpunt, mevrouw Brandt. Geachte voorzitters, jullie hebben het over 5 dorpen. Welke 5 dorpen? Welke 5 dorpen? Mevrouw Slepers. Geachte voorzitter, dat is nog niet volledig duidelijk, maar onder andere Sleen, Oosterhesselen en Dalen. En natuurlijk Koevoorde, dus er komt nog 1 dorp bij, maar dat moet nog besproken worden met de gemeente. Is uw vraag zo goed beantwoord? Geachte voorzitter, ja, ik heb nog wel 1 opmerking. Er zijn 28 dorpen in Koevoorde, in de gemeente Koevoorde. Dus ik hoop dat jullie goed gaan besluiten welke dorpen en welke dorpen daar het meest baat bij hebben bij zo'n monument. Of bijna monument. Ja, ik hoop dat jullie daar goed over na gaan denken, want er zijn dus meer dorpen. En 5 daarvan, dan zouden jullie wel de goede 5 moeten kiezen. Het laatste debatpunt. Mevrouw Schottert. Geachte voorzitter, om terug te komen op het vorige. In argument 2 staat dat het van belang is dat iedereen erbij stilstaat. Maar in dit debat wordt heet het gesproken over groep 7 en 8. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat iedereen erbij stil gaat staan? Dus ook de vorige generaties en de nieuwe generaties. Reactie van de partij. De heer. Met het monument bereik je meerdere generaties en met de lesgroep bereik je vooral groep 7 en 8. Is uw vraag zo goed beantwoord? Geachte voorzitter, nee. Hoe gaat de partij ervoor zorgen dat de veteranen hetzelfde gaan uitleggen aan de kinderen of iets ouderen en de volwassenen? Hoe gaan de kinderen dit begrijpen als het op moeilijkere taal wordt uitgesproken? Reactie van de partij, de heer Meppelink. Eerder in het debat heb ik al vermeld dat het in de vorm van een filmpje waar hun persoonlijke ervaringen leeft. Dus het is via een filmpje en de woordkeuze kan ook makkelijk gemaakt worden. Want de ouderen beschikken over makkelijke taal die ze kunnen spreken, maar ook de moeilijke taal. Is uw vraag zo goed beantwoord? Geachte voorzitter, ja. Hierbij sluit ik het debat. Is er nog een voor- of tegenspeech? Nee? Mevrouw Hogenberg. Geachte voorzitters, raadsleden en mede-aanwezigen. In het raadsvoorstel vraagt de partij en de gemeente om tijd vrij te maken op de basisscholen. Maar in de bronvermelding staat niet vermeld dat de partij een gesprek met de gemeente heeft gevoerd. Weet de partij dan zeker dat de gemeente dit mogelijk kan maken? Voor zover wij weten heeft niet alleen de gemeente invloed op lesprogramma's. Daar komt bij dat de directie op de basisscholen hier ook een inspraak op heeft. Ook hier is geen onderzoek naar gedaan, blijkt uit de bronvermelding. Verder wordt er ook gezegd dat er vrij weinig wordt stilgestaan bij de oorlog en de bijbehorende bevrijding. Maar uit eigen ervaring kunnen wij vertellen dat dit niet waar is. Ook begrijpen wij de meerwaarde van een mobiel monument niet. Wat maakt het verschil bij het gebruik van een mobiel monument of een vaststaand monument? Daar komt bij kijken dat de partij zelf ook nog niet weet wat het lesprogramma moet bevatten. Wij hebben dus erg veel vraagtekens bij dit raadsvoorstel. Dank u wel. Wie mag ik uitnodigen voor de slotspeech? De heer Meppelink. Geachte voorzitter en mededebatterenden. Wij als Vrij Koevoorde willen een lesprogramma van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. In dit lesprogramma zullen we informatie over de Tweede Wereldoorlog geven. Bijvoorbeeld hoe het is ontstaan en hoe de situatie was rond die tijd. Dit koppelen we daarna aan het begin van de oorlog in Koevoorde. We vertellen over de gebeurtenissen in Koevoorde op de laatste dagen voor de bevrijding. Stapsgewijs uitleg over wat de route was die de Canadezen naar en in Koevoorde aflegden om Koevoorde te bevrijden. Uitgebreid uitleg over wat er precies is gebeurd tijdens de bevrijding op 5 en 6 april. Dit doen we dan in verband met dat filmpje met de 2 vrijwilligers. En tot slot vertellen we wat de vrijheid tegenwoordig voor ons betekent en hoe belangrijk de bevrijding is geweest. Het monument van ons zal verplaatst en projecteerbaar worden, zodat deze makkelijker rond de gemeente Koevoorde gaat. Het monument zal ook tijdelijk zijn, hierdoor zullen er geen onderhoudskosten hoeven betaald te worden en de algemene kosten zullen erg laag zijn. Het is belangrijk dat ons raadsvoorstel geaccepteerd wordt, omdat de volgende generatie zo bewust wordt van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in Koevoorde. Doordat kinderen bewust worden wat er allemaal gebeurd is in de stad waar ze wonen en of naar school gaan, realiseren de kinderen zich dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Ze kunnen dit nu makkelijker koppelen omdat ze informatie krijgen over de plaats waar ze zijn, in plaats van over het algemene gebeuren. Ik heb het tegenargument gekregen dat er al monumenten zijn in Coevorden. Deze monumenten hebben een andere betekenis, niet van de 75-jarige bevrijding of van de bevrijding. In het Van Heusenpark is hier een voorbeeld van. En dit is een bezetsmonument en ons monument is voor de 75-jarige bevrijding. Tevens, het monument is verplaatsbaar en niet vast, omdat deze dan door de gemeente Coevorden kan gaan in plaats van op één plek. Wij als Vrije Coevorden hebben veel mensen achter ons voorstel al staan. De volgende personen staan achter ons voorstel. Deze ga ik nu opnoemen. Eddie Heling, deze vervangende fractievoorzitter CDA Coevorden. Beb Houwen en Wolter, deze mensen hebben de oorlog meegemaakt en die willen ons dus helpen met dat filmpje. Treintje Sloot, dit was de lid van de historische vereniging Coevorden waarmee wij een afspraak hebben gemaakt. Jeroen Huizing, de wethouder, hebben wij contact mee gehad en vond het ook een goed idee. Via hem zijn wij dus in contact gekomen met John de Vecht, die ons gecontacteerd heeft. Dit is de projectleider van de 75-jarige bevrijding. John de Vecht wil ons idee gaan uitvoeren. We zijn al bezig met vragen aan bedrijf Power Sound of ons monument verwerkt kan worden. Ook wordt het lesprogramma al bij de afdeling onderwijs neergelegd. Dat regelen dus voor de gemeente hoeft dat ook niet gebeurd te worden. Dus antwoord op jouw vraag ook, Sanne. Wij willen u allen bedanken voor uw aandacht en wij hopen dat het voor u duidelijk is geworden wat wij ook met elkaar willen bereiken. Dank u wel en bedankt voor de groep van Sven die ook achter ons idee staat. Dan gaan we nu over tot de stemming. Wil iedereen nog even blijven zitten? Het voorstel is aangenomen. 14 voor, 13 tegen en 12 in onthouding. Geachte voorzitter, zouden we nog inzage mogen krijgen? Er is tot 20 over 1 pauze.